Wat fijn dat u er allemaal bent. Welkom in Club Rood. Vandaag heet dat dan zo. Ik heb ook mijn rode jurk aangedaan. Voor het geval het niet duidelijk mocht zijn. De gemeenteraadsverkiezingen. Goh, wat zijn ze hot ineens. En wat is Rotterdam ook ineens hot? Ja, de zeggen wij dan in Rotterdam. Dan weten wij natuurlijk al heel lang dat Rotterdam hot is. Ja, toch? Of zoals we dat in onvervalste Rotterdam zeggen, Rotterdam is heel gers. Dat snappen ze dan buiten de grenzen wat minder, maar dat maakt niet uit. En die gemeenteraadsverkiezingen, die moeten ook wel echt hot zijn. Want het blijft natuurlijk toch een beetje gek dat de opkomst altijd toch een stuk lager is dan bij de landelijke verkiezingen. En dat terwijl, zoals we dat dan zo zeggen, wordt er heel wat over de schutting gegooid naar de gemeentes en steden. Dus het is des te belangrijker dat er gestemd gaat worden. En ik hoop ook dat dat gaat gebeuren in Rotterdam. In mijn Rotterdam. Ik denk, hè, als aanwezigen hier, dat jullie allemaal misschien ook wel het debat bij Pauw hebben gezien. Hebben jullie in de lucht? Je hebt het allemaal gezien? Ja. U was er zelfs bij. Ja, ik wilde er ook bij zijn, maar de kaartjes waren uitverkocht. Dank daarvoor. Ja, ik vond het jammer ook om te zien dat er ook wel aardig wat negativiteit is over Rotterdam. Tuurlijk gaan hier dingen mis. Tuurlijk moeten die aan de kaak gesteld worden en opgelost worden. Maar wat ik echt vervelend vindt, is dat er dan stomme filmpjes van Pound voorbij komen. Dat ik denk, serieus, is dit echt waar jullie mee komen? Het is niet Rotterdam zoals heel veel Rotterdammers dat ook zien of voelen. En ik vind het belangrijk, of, nou ja, Rotterdam zegt dan ook wel, pleurt op met die filmpjes. En dat vind ik ook wel terecht, want partijen moeten ook gewoon kunnen zeggen waar ze echt mee bezig zijn. En in het debat is het tegenwoordig ook zo dat het alleen maar vliegen afvangen is. En ik ben als Rotterdammer echt nieuwsgierig naar wat partijen mij te vertellen hebben. Dus ik hoop dat jullie daar ook nieuwsgierig naar zijn. We gaan het vandaag hebben over de toekomst. Over dingen die beter moeten gaan. Over dingen die beter kunnen gaan. Ik ben nog steeds een zwevende kiezer. Maar ik denk dat dat opgelost kan worden door, nou misschien vanavond, dat weten we niet. Ik sluit het niet uit. Maar vooral door gewoon in plaats van te schreeuwen, te luisteren naar elkaar. Want ik denk dat je op die manier sneller tot elkaar kan komen en eventueel dingen op kan lossen. Dus ik hoop dat jullie daar ook zo in zitten. Ik wil jullie graag voorstellen aan iemand die ik heb leren kennen. Iemand die in hart en nieren ook Rotterdammer is en daar veel over te zeggen heeft. En dat doet hij op zijn eigen manier. Het is ook eigenlijk wel typisch Rotterdams, een woordkunstenaar. Zijn naam is Christopher Blok. En u mag hem een applaus geven. Hij staat daar. En let vooral op zijn trui. Hallo. Mat de bier van mijn handen af. Zo. Met dank aan de rechtse politieke partijen zien we sociale voorzieningen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Deze eeuw die begon in een crisis, maar dat we nu weer een beetje verdienen is niet hun verdienste, want we zien de mensen die fulltime werken met een inkomen, de huizenmarkt niet eens meer inkomen. En dan hoor ik rechts, zonder dat het met standpunten wint, discussies voeren over de vluchteling. Maar geef een partij die de grenzen dicht wilt geen grenzeloos vertrouwen, omdat het de werkelijkheid zelf aan het ontvluchten is. En waardoor we van hen elke dag hetzelfde liedje weer horen.
En dat klinkt niet als muziek in je oren. Dus wanneer politici valse noten spelen, moeten we stemmen, omdat ze geen allochtoontje lager gaan zingen als er door ons geen harmonie wordt gevonden. En rechts denkt niet aan het milieu en laat het groen links liggen, maar zijn niet de partij van de arbeid der stad die Rotterdam is. De culturele diversiteit die maakt ons rijk en geeft aan hoe leefbaar Rotterdam is. Dus we moeten de partij van Emiel roemen, omdat wij SP-sjaal en sociaal zijn in hoe we samen een positief beeld maken. De VVD en PVV trekken de stoute schoenen niet aan, maar een partij als NIDA wil met alle verschillende werelden een wereld van verschil maken. Dus ik wil jullie vragen, willen we meer of minder? Multinationals en lobbyisten die voor miljarden belasting ontwijken. Ik zag de afgelopen jaren dat de rechtse vriendjespolitiek voor grote bedrijven ineens niet onpartijdig is. En multinationals die belasting ontduiken kosten ons meer in de kas van de staat dan alle mensen in de bijstand, alle criminelen, alle vluchtelingen en alle migranten bij elkaar. Dus weet dat een echte politicus wilt verzoenen. Zelfs als het leven in 010 niet altijd over rozen gaat, zal Thierry Baudet's narcisme dit toch niet kunnen verbloemen. Ik hou van elke Rotterdammer. En dat is het enige wat er bij mij is ingeburgerd. Dus ik stem links, want in het woord links zit al de link waarmee we verbinden kunnen. En als iedereen die voor een multiculturele diversiteit is, denkt dat de verkiezing een verspilling van tijd is, regeert Wilders straks en navigeert Wilders van het rechte pad naar het rechtse pad met zijn partij die alleen voor een select groepje mensen hun vrijheid is. En dat haatzaaien jegens de islam en polariseren niet werkt, is niets baanbrekends. Maar ik wil iedereen in Nederlands mooiste gemeente raad geven. Dus luister naar de stem van je hart en stem met je hart. Want angst is de slechtste gemeente raad geven. Dank jullie wel. Dank je wel, Chris. Dank je wel. Ik zag een heleboel mensen heel blij kijken. Dat moet je goed doen. Jij als Rotterdammer, een mooie oproep voor iedereen om met het hart te denken. En wat je ook stemt, maar doe het in ieder geval. Toch? Juist. Ja, ik heb je gehoord. Lodewijk Asscher is vandaag in Rotterdam, al de hele dag. En ik wil je uitnodigen om bij me te komen zitten, dames en heren, Lodewijk Asscher. Je mag gaan zitten. Ja, jij mag gaan zitten. Ik blijf staan. Je mag gaan zitten hoor. Ja? Ja, mag. Ik doe niks, ik beloof het. Mits je hele rare dingen over Rotterdam gaat zeggen. Daar kunnen we niet zo goed tegen. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Heb je het leuk gehad in Rotterdam? Fantastisch. Oh, heel goed. Enige juiste antwoord. Ja. Wat heb je vandaag allemaal op het programma gehad? Ik begon de dag in Amsterdam. Lerarenstaking. Er waren de leraren aan het staken en daar waren mijn kinderen heel enthousiast over. Maar ik steun die leraren ook, want of nou in Amsterdam is of in Rotterdam, zij hebben gewoon een beter salaris nodig en meer collega's. Dus die moeten we ook steunen. En daarna ben ik naar Rotterdam gegaan en echt een hele mooie, vrolijke dag. We begonnen bij Leonidas, een voetbalclub die heel actief. Je zegt het goed. Ja. Niet zo verbaasd. Nou ja, een beetje wel. Ja, sorry. Ik ben de hele dag een beetje bijgeschoold door John de Wolf. Dus we hebben op de uitspraak geoefend. Dus ik krijg aan het einde van de avond krijg van hem te horen of ik geslaagd ben of niet. Goed, en dan krijg je misschien de Natte Thee Award. Ja, wie weet. Nou, wie weet. Wie weet. Maar heel leuk, we hebben samen met de F'jes daar getraind. John en ik waren een klein beetje roestig. Maar die F'jes, daar komt het goed mee. Toen zijn we een mooi bedrijf geweest. Daar gaat John en ik straks meer over vertellen. Die echt vormgeven aan de toekomst van werk. 50-plussers een kans geven, en mensen begeleiden, mensen een kans geven die dat op de rest van de arbeidsmarkt soms niet meer krijgen. Heel belangrijk. En toen waren we, dat was helemaal vrolijk, bij de Stichting Jarige Job. En wie kenden jullie allemaal de Stichting Jarige Job? Is er iemand die het niet kent? Nou, er gaat iets goed hier, ja. De Stichting Jarige Job zorgt ervoor dat kinderen die het arm hebben, wel een verjaarsfeest kunnen vieren. En dat doen ze op zo'n sympathieke manier dat die kinderen nooit merken
dat het van iemand anders is. Dus die ouders die krijgen de spullen voor het feestje, voor het partijtje of voor de tractatie. En die kinderen die denken dat hun ouders dat gedaan hebben. En die doen gewoon mee net als alle andere kinderen. Hoe fantastisch is dat? En in deze stad leven er veel te veel kinderen in armoede. En die stichting die doet daar wat aan. En weten jullie wie die stichting heeft opgericht? Barbara Katman. En weet je wie de lijsttrekker is van de Partij van de Arbeid in deze stad? Nou ja, ik denk dat dat een mooie cue is om op te komen, Barbara, toch? Voor mij is dat dus is er, ja. Op zich... Kijk. Dat is lekker opkomen, toch? Kijk uit, hoor, dat je niet je benen brengt. Ik ben daar zo ongelooflijk trots op. Hè, want het is het verschil maken in levens van kinderen en van hun ouders... Het lijkt klein, maar het is heel erg groot. We herinneren ons allemaal hoe je als kind naar je verjaardag toe leeft. Hoeveel dagen is het nog, mam? Nou, als dat in een gezin iets pijnlijks is of iets feestelijks, maakt een wereld van verschil. En ik vind het echt fantastisch dat jij dat hier hebt opgericht. En wij ook, ja, precies. Ja, dat is heel fijn. Dat is in ieder geval lekker aan tafel komen. Ja, precies, ja. Dus zo'n dag was het. Nou, dat is fijn. Ja, oh, sorry. Oh, ja. Oh, ja, ik ben natuurlijk... Oh, ja. Aan de achterkant is het misschien iets minder, inderdaad. Sorry. Vroeger was het leuker aan de achterkant ook, maar... Oké. Okay. Verder niks. Neem het niet persoonlijk op. mooi initiatief. Fijn dat het er is. Het zou nog mooier zijn als we toe gaan werken naar dat het niet meer nodig is. Daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt. Maar tot die tijd blijft dat natuurlijk hier. En fijn ook dat jullie... Ja, ik dacht wel, ja, jarige Jet zou ik dan toch weer net iets leuker vinden. Al was het maar omdat ik altijd in de zomervakantie jarig was. En dan hebben we een genderneutrale nodig. Oh ja, ook nog. Ja. Jarig iemand. Maar ja. Voordat we verder gaan, ook met Barbara, wil ik toch nog even weten... Wat heb je in Rotterdam kunnen... pakken wat je mee kunt nemen naar Den Haag? Nou, ik werd eigenlijk wel geraakt door waar jij net mee begon, hè, waar verkiezingen over moeten gaan. Namelijk, wat voor toekomst wil je eigenlijk voor je stad? En het is niet helemaal voor niks dat iedereen naar Rotterdam kijkt. Omdat vaak dingen hier eerder gebeuren, omdat de verkiezingen hier heel erg spannend zijn. Dus het is heel belangrijk dat mensen gaan stemmen. En die keuze, dat komt eigenlijk ook wel terug bij die arme kinderen. Is hier de afgelopen jaren bezuinigd. Op het armoedebeleid. In een stad waar relatief veel arme gezinnen wonen. Ja, ik vind dat echt bijna bizar dat dat gebeurt. Maar het is wel een keuze waar mensen straks hun stem voor moeten uitbrengen. En je ziet dat partijen een beetje blokken vormen. Maar wat ik heel spannend vind, en dan zie je echt het verschil tussen de politiek in Den Haag en hier in Rotterdam. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar D66. Die zeggen in Den Haag, zeggen ze, we willen nooit iets te maken hebben met Baudet en met Leefbaar. Maar hier in Rotterdam lijken ze die deur wel open te zetten. En dan denk je, je moet eigenlijk ook wel naar je kiezers wel eerlijk zijn. Wil je nou een ander soort beleid waarbij je juist wat gaat doen aan die armoede? Zorg dat er betaalbare woningen komen. Zorg dat je banen creëert voor mensen die er nu nog niet aan te pas komen. Dan moet je wel van tevoren helderheid geven. Ik vind eigenlijk dat een partij als D66 die een beetje van twee walletjes eet. Ja, dat past volgens mij helemaal niet, dat hoort niet. Geef dan duidelijkheid en maak je keuze. Want nu, als je op die partij stemt, stem je misschien eigenlijk op Thierry. Terwijl je het idee had dat je op een hele vrolijke club stemt. Maar hoe gaan we dat in Rotterdam dan oplossen? Want Rotterdam staat echt bekend als een rode stad. Tot voor een aantal jaar geleden was dit echt een hele rode stad. Nou zijn tijden natuurlijk ook anders. Die verzuiling is natuurlijk ook anders. Dus dat zie je natuurlijk ook terug in het politieke landschap. Dat is niet heel gek. Maar het is nog steeds een arbeidersstad. Dus het is... Er valt een hoop te winnen. Dat betekent heel hard werken, maar dan moet je inderdaad ook concessies doen. Nu gaat het weer goed, beter in ieder geval. Ik hoorde jou laatst ergens zeggen, heel gepassioneerd, van ja, het gaat wel beter, maar heel veel arme mensen in Rotterdam hebben daar eigenlijk nog geen weet van. Wat zeg jij als lijsttrekker van de PvdA in deze stad? Dit en dit wil ik echt meteen gaan aanpakken, zodat dat echt verminderd wordt. Nou, wat je ziet is dat Rotterdam echt... want je moet ook een beetje positief blijven, hè? Rotterdam staat op de kaart. We waren al knettertrots op Rotterdam.
En nu is de rest van de wereld ook trots op Rotterdam. En, ja, het ook wel tijd. We wonen echt in die stad van die twee snelheden, hè, van die twee lijstjes. Ja. Hè, CNN, hop, beste stad van Europa. En aan de andere kant ook van de allerlelijke lijstjes. De grootste aantal werkelozen, de grootste aantal kinderen in armoede. Nou, we kunnen ze allemaal opsoeperen. En we moeten gewoon echt gaan zorgen dat we die lelijke lijstjes, dat we daar onderaan komen te staan. En wat het allereerste daarvoor moet gebeuren, is echt die armoede de stad uit. Dat is iets wat ook kan, omdat de afgelopen 4 jaar er zoveel afgebroken is. Zoveel mensen ook weer verder de armoede in zijn getrapt. En dat moet gewoon weer terug. Het is ook gewoon politieke keuzes maken, is ook vaak gewoon financiële keuzes maken. En we hebben nu gewoon echt geld wat bestemd was voor die kinderen in armoede. Wat gewoon vanuit het Rijk echt lineair gegeven is van hier, help ze uit die ellende. Dat hebben we gewoon, nou ja, we niet. Dat is gewoon door het college wat er nu zit in de algemene middelenpot gestopt. En is gewoon naar het opknappen van de koolsingel gegaan. Dat zijn echt schandalige keuzes. En als je die niet maakt, kun je die nog terugdraaien? Kan dat überhaupt? Nou, wat je wel in ieder geval zou kunnen doen, is een aantal maatregelen terugdraaien die voor arme mensen heel slecht zijn geweest. Ik heb het al vaker gezegd. Dit college is echt tekeer gegaan als een omgekeerde Robin Hood. Robin Hood die pakte het geld van de rijken, gaf het aan de armen. Dit college heeft geld van de armen gepakt om het aan de rijken te geven. Er zijn een aantal belastingmaatregelen die voordelig waren voor de minima. Die zijn gewoon van ze afgepakt om mensen met knaken een tientje voordeel te geven. Nou, dat is dus echt een omgekeerde wereld. Draai dat terug en je hebt al een deel van de oplossing. Het gaat echt om honderden euro's. Het CBS had laatst ook becijferd. We hebben het echt over dat minima in Rotterdam er honderden euro's per jaar op achteruit zijn gegaan in de afgelopen 4 jaar. Dat is gewoon, nou ja, ronduit gewoon schandalig. Niet uit te leggen. En het probleem is, dat vind ik echt het kwalijke ook van eigenlijk deze gemeenteraadsverkiezingen, die gaan toch weer over het geschreeuw op de flanken. Er staan echt strevers aan die stadspoorten te rammelen, waarvan ik echt niet hoop dat we die sleutels van die stad op 22 maart aan die schreeuwers hebben gegeven. Je moet er echt niet aan denken. Duidelijk. Ja, dat mag. Ja. Je hebt het over financiële zaken die niet door de beugel kunnen, volgens jou. Daarom wil ik eigenlijk de volgende gasten ook aan tafel uitnodigen. Sandra Flippen, zij is schaduwwethouder, econoom, socioloog en chef economie van het Algemeen Dagblad. Ja. Kom maar gezellig aan tafel zitten. Ja. Dus we hebben een, neem vooral plaats. Een schaduwwethouder. Ja. Misschien is het aardig om even heel kort uit te leggen wat dat precies in heeft gehouden voor jou. Ja, ik schaduw Adriaan Visser. Dag en nacht. Nee. Dat zal hij leuk vinden, ja. Nee, het is, dat is een grap. Ik was Vers Beton, de politieke sociale website in Rotterdam. Die hebben bij het begin van het Kendo College, hebben ze eigenlijk in navolging van de Britse traditie, hebben ze van alle wethouders in het college, hebben ze iemand benaderd in de stad, waarvan zij het idee hadden dat hij verstand van zaken heeft op een bepaald terrein. En toen hebben ze mij gevraagd om Adriaan Visser een klein beetje in moest de gaten te houden. Moest je erover nadenken of was het meteen een volmondig ja? Ik vond het ontzettend leuk. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Okay. Heb je het ook echt leuk gevonden? Nou, het is eigenlijk, wat ik heel jammer vond, als ik heel eerlijk ben, is dat het toch vaak eigenlijk meer symbolisch bleek. Ik ben 2 keer bij Adriaan Visser op bezoek geweest op het stadhuis. En ik had ook zijn begroting doorgelezen en ik had allerlei vragen en allerlei tips van hoe hij dat anders zou kunnen doen in mijn ogen. Maar dat werd een beetje beleefd afgewimpeld. Dus ik ben je wel een paar keer. Je werd als schaduwwethouder eigenlijk niet serieus genoeg genomen? Nee, maar kijk, eigenlijk heeft een echte schaduwwethouder de wethouderstoestemming natuurlijk niet echt nodig. Dus ik keek natuurlijk gewoon wel naar wat hij deed, want dat is allemaal openbaar. En iedere half jaar of zo is er een debat geweest waarin de schaduwwethouders het ook tegen de wethouders opnamen. En dan kon ik hem een soort van ter verantwoording doen. Wat zijn een aantal zaken die jou zijn opgevallen de afgelopen tijd? Nou, dus wat mij opviel en wat ik ook direct aan de heer Ascher zou willen vragen, is dat, kijk, van het Kendo College, ik weet, ze hadden volgens mij 8 doelstellingen, hadden zichzelf geformuleerd. Daarvan heeft de Rekenkamer gezegd, zijn er 4 gehaald. Of dat veel weinig is, kan ik niet echt zeggen. Maar wat mij opviel is dat
het beleid op het gebied van werk. Dus dat ging vooral over mensen uit de bijstand aan het werk krijgen via de tegenprestatie. Beruchte term inmiddels. Die is enorm verguisd. En die stond in Rotterdam stond de aanpak lijnrecht tegenover de 020 aanpak. En in december 2017 zijn de Rotterdammers bevraagd van wat vonden jullie daar nou van? Blijkt dus dat de overgrote meerderheid steunt die aanpak. Sterker nog, 80% van de mensen die via de verplichte tegenprestatie iets moesten doen. Dat kan ook zijn fietsles, taalles, vrijwilligerswerken. Het is echt niet allemaal papier prikken. En 80% van die mensen die daarmee te maken kregen, die zeiden het heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik voel me beter, ik heb meer contacten, ik ben minder eenzaam. Het is echt de bijdrage leveren aan de stad waar je in woont. Ik wilde positief beginnen over Rotterdam, want er is heel veel af te dingen wat er gebeurd is. Maar volgens mij is het sociale activeringsbeleid behoorlijk succesvol geweest, volgens Rotterdammers ook en ook volgens onderzoek. Wat vindt meneer Asscher daarvan? En wat vind jij ervan, Barbara? Wat zou jij doen? Gaan we dat continueren of gaan we het 020-beleid uitvoeren hier? Je mag gewoon Amsterdam zeggen. Nou, ik moet toch wel eerlijk zeggen dat ik wel andere onderzoeken ken dan jij. En dat de tegenprestatie aan zich is natuurlijk ook iets heel moois. Want volgens mij is er werkelijk waar niemand te vinden die thuis zit en zegt, zo zit ik lekker hier even niet te participeren. Zo lekker, weet je wel. Daar is die tegenprestatie echt voor bedoeld. Dat iedereen mee kan doen en het is ook bedoeld om mensen mee te krijgen. Maar in jullie partijprogramma lees ik heel duidelijk de sfeer. De bijstand is er niet voor niets. Mensen hoeven daar niet voor gestraft te worden. Wij willen jullie zeggen letterlijk, wij willen dat het papier prikken direct ophoudt. En dat van het papier prikken, ik bedoel, ben ik helemaal mee eens. Maar de tegenprestatie die daarachter natuurlijk wel ligt. Ja, wat wij willen is de bijstand, dat blijf ik ook achteraan. Bijstand is gewoon een recht. Je hebt gewoon recht op bijstand, dat staat als een pijl boven water. Tegenprestatie is een hartstikke goed middel, maar wel maatwerk. Er zijn ook, daarom zeg ik, ik ken ook andere onderzoeken. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld hebben gepapierprikt en het idee hadden, ik ben niet met mijn manager op pad, maar met een gevangenisbewaker. Nou, dan gaat het dus helemaal mis. Want dan is een maatregel die bedoeld is om mensen mee te krijgen, wordt uitgevoerd om mensen tegen te werken. Nou, en dat moet never nooit de bedoeling zijn. Nee, die dus mensen eigenlijk, zijn... wat jij zegt is, op zich ben ik er helemaal niet tegen, maar het moet... aangepast worden op de persoon, zodat we die daadwerkelijk kunnen helpen. Ja, want het gaat om de bejegening, hè. Dat is het verschil tussen 010 en 020. Eigenlijk is het zo dat het beleid even succesvol is geweest in Amsterdam als in Rotterdam. Alleen zijn de mensen anders behandeld. Zijn ze in Amsterdam gewoon echt, is de gemeente naast ze gaan staan en is het in Rotterdam een ontmoedigingsbeleid geweest om eigenlijk gewoon bijstand aan te vragen. Hebben nogmaals mensen echt het idee gehad dat ze met een gevangenisbewaker op stap waren als ze papier aan het prikken waren. Daar is ook een documentaire op geweest op tv. Volgens mij Nieuwsuur heeft daar werk van gemaakt. Nou, als je dan ziet dat het beleid waar je mensen gewoon normaal behandelt even succesvol is, als mensen verder de armoede intrappen en straffen omdat ze geen werk hebben, dan zou ik toch echt voor Amsterdam kiezen. Ja. Ik zal eerst op je vraag ingaan. Ik denk dat ik vind thuiszitten ook geen optie. Dat wil je niet voor je dat kinderen. Dat kan in jouw positie ook niet, Lodema. Ik zou best wel vaker even thuis willen zitten, maar dat is niet waar we het over hadden. Dat wil je niet voor je eigen kinderen, dat wil je ook niet voor mensen die in de bijstand zitten. Dus ik vind het heel goed als een gemeente gaat experimenteren met manieren om mensen in beweging te krijgen. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je dan iets gaat doen en je komt weer mensen tegen, dat je daar enorm van opknapt. Ja. Dus ik herken dat zeer. Kijk, waar ik me aan stoor is het beeld wat soms nog steeds geschetst wordt, dat die bijstand zo'n vetpot is. Dus we hadden bij de landelijke verkiezingen, was de VVD die voorstelde om die uitkering te verlagen. Dat vind ik niet fair, hè? Want als je er echt van afhankelijk bent, nou, we hadden het net over kinderen in armoede, dan weet je, daar kan niet zomaar nog even een paar honderd euro vanaf. Dus dat beeld van, oh wat is dat allemaal lekker, daar ben ik niet mee eens. Maar ik ben er heel erg mee eens dat je alles op alles moet zetten om mensen aan het werk te krijgen. En dat kan ook betekenen, eerst even iets doen waar je nog niet een echte baan hebt. Ik zou het heel mooi vinden als we ook weer durven te kiezen om bepaald werk ook betaald werk te maken. Ja. Dus ik heb hier een speeltuinbeheerder leren kennen in Rotterdam, Dennis. Zeer geliefd bij de kinderen, zeer geliefd bij de buurt, zeer geliefd bij de school. Die doet heel belangrijk werk. Maar waarom zou je niet kunnen zeggen, dat willen we permanent hebben. Geef die man een baan. Iedereen is er blij mee.
Je moet ook wat dat betreft weer een beetje durven. Ja. Eerst mensen in beweging krijgen, maar bied ze dan ook fatsoenlijk bestaan. Zodat je ook 's avonds trots thuis komt. Ik kan zeggen, ik kom van mijn werk. Maar waarin wijkt uw idee, of eigenlijk het idee van Rotterdam, het partijprogramma, waarin wijkt het dan af van het huidige Kenwu-programma? Want het huidige programma is een beetje geframed door Leefbaar als knetterrechts, papier prikken onder dwang met straffen en dingen die jij zegt. Maar ik heb de directeur Taskforce tegenprestatie een paar maanden geleden nog gesproken. Hij zei, ja, dat was alleen maar omdat Leefbaar dat moest verkopen. En toen heeft hij verteld wat ze daadwerkelijk doen met die 20.000 mensen die al 15 jaar in de bijstand zitten of langer. Dat is ontzettend sociaal. Ja. Ze gaan met mensen in gesprek, ze kijken of ze misschien een etage lager moeten wonen. Ze gaan kijken, je kunt bijvoorbeeld als tegenprestatie naar de sportschool. Je kan leren fietsen, je kunt speeltuinbeheerder worden. Je kunt allemaal dat soort dingen doen. Dus eigenlijk, waar gaan we het dan continueren in Rotterdam? Nou, ik denk dat het grote verschil dus echt om de bejegening om mensen gaat. Want nogmaals, ik vind het super fijn ook om te horen deze succesverhalen. Want ja. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik er eigenlijk meer onsuccesvolle verhalen ken van de bejegening van mensen aan de loketten dan deze. En ik ben dus eigenlijk alleen maar blij om dit te horen. De verhalen die ik ken, ik sprak een paar maanden geleden bijvoorbeeld een dame die moest in het kader van de tegenprestatie werkte ze op een school. Daar was ze heel blij en gelukkig mee. €60 leefgeld in de maand met kinderen. Uiteindelijk vond de gemeente dat de tegenprestatie die zij leverde niet genoeg was. Terwijl de school blij met haar was, zij blij met wat ze deed was. Ze moest zich gaan melden aan de andere kant van de stad. Moest OV voor eigen rekening. Hop, leefgeld weg. Ze ging zich weer melden bij het loket. En het loket zei gewoon, ja mevrouw, dat is uw probleem. Je komt dus dan weer bij de gemeente die jou eigenlijk weer verder in de schulden heeft geworpen omdat je je verplicht moet melden aan de andere kant van de stad OV voor eigen kosten. Als je dat niet zou doen, zou ze weer gekort worden op de bijstand, zijn ook schulden. Als je dan in ieder geval zorgt voor een OV-tegoedje of in ieder geval noodgeld en broodgeld, nou dan zijn we misschien een beetje oké bezig voor de stad. Maar dat zijn de verhalen die ik ken en zolang dat gebeurt, al is het maar met één Rotterdammer, wil ik ander beleid in deze stad. Dat lijkt me... We gaan, ik begrijp dat je nog een heel gesprek wil gaan voeren. Dat mag voor mij ook. Maar we gaan ook zo wel weer door. Dat spijt me dan voor jou, want ik hou er wel van. Dit vind ik ook wel echt typisch Rotterdams, dat je zo betrokken bent bij je stad. En dat laat Barbara hier ook. Mag ik nog één wedervraag stellen? Ja, mag. Dat is, zeker. Je hebt er jaren naar gekeken. Ja. Wat zou jij als eerste vooral doen? Dus welk advies voor jou is, wordt maar in de wereld? Nou, wat ik denk dat Rotterdam is echt heel erg voel. Ik ben ook een Rotterdam. Tenminste, ik voel me een Rotterdammer. Ik woon sinds 96 in Rotterdam. Maar... Dan ben je toch wel een keer Rotterdam? Ja, ik heb mijn proefschrift zelfs aan Rotterdam opgedragen. Maar ik heb het idee dat heel veel Rotterdammers voelen dat zeg maar de architectuur en het is allemaal helemaal opgepimpt en enorm hip en happening hier. Maar het is nog kil op straat. Dus het is zeg maar de eenzaamheid. Armoede hoort daarbij en eenzaamheid, dat soort problemen versterken elkaar. Ik heb het idee dat echt het echte sociale beleid, maar het zijn vaak kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld, vandaag was het nieuws dat kroegbazen hun toiletten open moeten stellen voor iedereen die daar eventjes naar het wc moet. Dat haakt natuurlijk in op dat probleem dat mensen, oudere mensen vaak niet snel genoeg naar het toilet kunnen ergens. Maar het is ook, ik zat vandaag in West, waar ik woon, zat ik in een kroeg. En ik zei tegen een man die daar echt bijna iedere dag komt, tenminste altijd als ik er ben, dan zie ik hem. En het is een koffiebar. En, ja. Ik zei tegen hem, weet je wat wij eens moeten doen? We zouden eigenlijk eens bij al deze 6 kroegen op de Klaas de Vrieslaan met de Nieuwe Binnenweg. Dat is een hip, blank hoogopgeleide café. Maar daaromheen zitten 6 kroegen waar ik van nature echt te scheiterig ben om ooit naar binnen te gaan. En ik dacht, zo'n beleid van daar naar het toilet gaan, dat kunnen kleine dingen zijn, waardoor je eens gewoon daar naar binnen gaat. Ik dacht, ik wil dat doen. Ik wil maar gewoon... wat leuk dat je een oplossing aandraagt die begint bij... het openstellen van het toilet. Ja. Zo simpel kan het zijn. Je moet toch om een reden ergens in gaan. Want dat is wel waar we natuurlijk graag naartoe willen denken in oplossingen. Want dat is de enige manier om dingen echt beter te krijgen. Ik ga zo direct meteen door naar tafel 2, zoals we dat dan noemen. Maar ik wil wel even een applaus.
Wat ik wel heel leuk vind, is we zeggen heel vaak van, weet je, ontmoetingsplekken, dat is waar het om gaat. Weet je, dat is echt cement van de wijken. Maar eigenlijk is dit veel beter. Iedereen moet naar de wc. Dit is gewoon echt waar het begint. Ja, nou, voor de verbinding in Rotterdam. Ik vind het leuk, de verbinding in het toilet. Ik had hem niet aanzien komen. Ja. Maar ja, we beginnen bij de basisbehoeften van de mensen. Het toilet is hier trouwens beneden, voor, mocht u daar behoefte aan hebben. Dankjewel. Niet weggaan, want we hebben jullie nog nodig. Hij is al genoemd. Ja, oer-Rotterdammer zou je kunnen zeggen. We noemen je ook wel couturier hier in Rotterdam. Ja, tuurlijk, die bloesjes. Die waren toch legendarisch. Dames en heren, John de Wolf. Mag ik een daarvoor applaus? John de Wolf, Ja. Oeh, zo, zit laag. Ik ben zo'n grote jongen. Ja, ik ben blij dat je... Wat zei je nou? Heb je een grote jongen? Nee. Grapje. Ja, nou, dat kan ook in deze stad, toch? Ja, kan wel. Maar kijk uit, want ik doe ook aan krachttraining. Ja. Ambassadeur van de oudere werkloosheid. In die hoedanigheid ben je vandaag ook op stap geweest. Was dat een beetje leuk vandaag? Een beetje leuk? Heel leuk dus. Ja, dat was hartstikke leuk. Nou, vertel. Zal ik eens even vertellen hoe het allemaal daarvoor gegaan is? Misschien. Want dan... Het is geen monologenfestival. Echt waar niet? Denk ik alleen? Ja. Nou ja. Nou, ik ben natuurlijk, even kijken hoor, 21, 22 maanden geleden gevraagd door Lodewijk Asje om eventueel ambassadeur 50 plus werkzoekende. Ik zeg nooit werkloos, want dat vind ik een beetje een negatief woord. Hè? Dus werkzoekende altijd. Daarvoor deed ik al een project, en dat was wel mooi om net te horen, met de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Met vooral heel veel mensen die al ook in de bijstand zaten. Daar sportte ik 2 keer per week mee. En dat was een heel mooi en fantastisch project. Sport verbroederd? Ja, maar dat niet alleen. De mensen komen binnen, durven je niet aan te kijken, voelen zich niks. En na 3-4 weken komen dezelfde mensen binnen daar met een attitude, met een glimlach. Voelen zich fitter. En ik moet zeggen, in het project wat ik een kleine 2 jaar gedaan heb, is 30% weer aan het werk gekomen. Uit de contact. Ik mag best wel klappen hoor. Ja, dat is echt wel mooi. Ja. Nou, weet je, ik zeg ook, ik open de deur, ik help die mensen. Maar het grote getal, de mensen doen het zelf. Hè, door aanwezig te zijn in de sportschool. En we kunnen allemaal roepen, werk zoeken, er is werk zat. Het is allemaal zo makkelijk, maar het is niet heel makkelijk voor heel veel mensen. We hebben geen netwerk, weten bij God niet wat ze moeten doen. Ook ik heb in mijn eerste interview geroepen, kom van die bank af. En daar sta ik nog steeds achter. Alleen, ik heb in die 2 jaar... Dat is ook een voetbalterm, hè? Ja, ook dat. Maar ik heb in die 2 jaar wel gemerkt dat ik eigenlijk door het hele land heen ben gegaan. Dat echt heel veel mensen echt in de problemen zitten. En het echt niet meer weten. En dan is het wel mooi dat, dat we... Hè, ik doe het natuurlijk nooit alleen. En ik los het ook helaas niet op. Maar dat ik in 21... Maar je draagt wel een steentje. Nou ja, in 21 maanden hebben we het wel voor elkaar gekregen met elkaar. Door eigenlijk te gek voor woorden. Dat die 50-plussers er gewoon weer bij horen. Nou. Op het moment dat we begonnen waren we ziek, zwak, misselijk en noem maar op. Alle vooroordelen waren er. Nou ja, ik ben zelf 50 plus. Dus ja, weet je, ik zei ook van, nou zeg maar, hoe zie ik eruit? Ik ben niet ziek, ben niet zwak. Maar ook de directeuren van bedrijven. Die zelf ook 50 plus waren, die zelf hun bedrijf leiden. Dan zeg ik, nou, hoe kan je dat over je leeftijdsgenoten zeggen? Je bent er zelf een. Nou ja, in januari hield het op. Nou, gelukkig ben ik gelijk getransfereerd naar de AMBO. Ja, kijk. Ja, mijn ene contract was nog niet afgelopen. Of ik kon al een ander contract tekenen. Nou, Liane de Haan, de directrice van de AMBO, is vanavond ook aanwezig. Ik heb daar een bak koffie mee gesproken en... Je hebt een bak koffie gesproken. Bak koffie gedronken en gesproken. En binnen, je bent scherp. En binnen 10 minuten waren we eigenlijk klaar. En kon ik toch wel het voortzetten waar ik eigenlijk al door Lodewijk aan begonnen ben. Om vooral ook mij in te zetten voor die 50-plus werkzoekenden. Vind je het goed dat ik de rest van de tafel ook nog even introduceer? Ben ik al klaar nu? Nee, ja. Nou, ik wil graag ook Zakaria Boufaganja hier uitnodigen. Ik vind dat zo'n fantastische naam, daar zou je bijna bij gaan zingen. Hij is van de FNV, fijn dat je er bent. Gijs van Dijk, Kamerlid van de PvdA, mag ook gelijk aanschuiven.
En Suzanne Boers wil ik ook graag aan tafel uitnodigen. En zij is van de Nationale Denktank. Welkom. We gaan het natuurlijk hebben over werk. Ja, dat is wel echt een belangrijk onderwerp in Rotterdam. Hè. Rotterdam heeft de hoogste werkloosheid van Nederland. 11% zonder baan. Rotterdam heeft 65.000 werklozen. Ik zal het nooit meer zeggen. Mag wel nooit meer zeggen. Nee. Waarvan er 38.000 in de bijstand zitten. En dat is een groot probleem waar we met z'n allen veel van vinden. En ik vind het belangrijk om ook even het te hebben over wat kunnen we daaraan doen? Wat kunnen wij hier leren van die situatie en daaraan doen? Ik wil jou graag even het woord geven. Dank je wel. Dat ging goed met de naam, hè, bijna. Boef van Gasja, maar Zakaria ging goed. Boef van Gasja. Ja, ja. En je hebt gewoon Jet Sol, weet je. Dat is veel makkelijker. En de Wolf of Asscher, dat is wat makkelijker. Ik snap het. Ik heb er wel wat langer kunnen oefenen op mijn naam. Nee, ja, het is een mooie locatie. Ook als ik zo om me heen kijk, denk ik, dat hebben we volgens mij allemaal goed en schitterend. Maar in essentie is er echt wat aan de hand in Nederland. En dat baart de FNV zorgen. En je ziet dat het hebben van een, zoals we dat zeggen, een echte baan. Een baan met zekerheid, met een fatsoenlijk inkomen, niet meer vanzelfsprekend is. We hebben het over ouderen. Daarin zie je dat het steeds moeilijker is om aan de bak te komen. De werkzoekenden. Maar tegelijkertijd zie je ook de jongeren. Die gemiddeld nu al bijna op je 28e voordat je überhaupt wellicht kans hebt op een vaste baan. Nou, ik denk dat vooral ook als we het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen, de beleidsbepalers, het zo van belang is dat ook de gemeenteraad sociale keuzes gaat maken in het creëren van banen. Nou, ik kijk John de Wolf. Wat zou jij dan als FNV zeggen van wat kan een gemeenteraad concreet doen om dat probleem goed sociaal aan te pakken? Nou, er zijn heel veel projecten, hè. Rotterdam groeit, Feyenoord City zit eraan te komen. Nou, volgens mij is het altijd echt de uitdaging dat je in ieder geval ervoor zorgt dat er werkgelegenheid komt. En ook gewoon echt fatsoenlijke banen. Hè. Dus echte banen. Ja, kan gevoelig liggen. Maar het is wel van belang. Er wordt veel gebouwd, veel projecten. Er wordt ook heel veel over gesproken. Het schijnt ook bijna het topic te zijn van de gemeenteraadsverkiezingen. We vergeten allemaal wie een stad opbouwt. Hè. Dat zijn de werkenden. Daar heeft ook Rotterdam groot gemaakt. Het is inderdaad ook een arbeidsstad. Dus het is van belang dat een gemeente daar ook keuzes in maakt. Ervoor zorgt dat bij aanbesteding bijvoorbeeld wordt gekozen voor fatsoenlijke banen. Banen worden gecreëerd. En niet wordt gezocht naar hoe kunnen zo goedkoop mogelijk het werk wegzetten. En je ziet dat gebeurt. Dus dat is echt een hele belangrijke die je kunt meenemen ook in je overweging als je kiest op een partij. We zeggen kies sociaal. En kies ook voor een partij die daarvoor staat. Die zorgt voor banen, echte banen. En ook bereid is om inderdaad, hier zie je allemaal mooie multinationals aan het water, maar dat die ook bereid zijn om extra te investeren. En niet alleen leuke hoofdkantoren. Ik hoorde vandaag iets over Unilever. Maar tegelijkertijd zie je dat heel veel werk van Unilever verdwijnt uit Nederland. Ja, dus ja. Nou, alles wat je in je macht hebt, zeg maar, vanuit de lokale vanuit politiek. De gemeenteraad zou dat moeten begunstigd worden, dat zij hier blijven en investeren en uitbreiden. Ja, en daar eisen dat aan stellen. Dat is een van de oplossingen die jij eventueel aan... Gijs, jij zit in de Kamer. Ja. Wat zou jij hier aan kunnen toevoegen? Nou, sowieso, ik denk van belang is dat we moeten... Dit zijn echt keuzes die we met elkaar maken. Ik denk dat toch heel veel mensen in Nederland, ondanks dat het iedere dag bijna in de krant staat, dat het heel goed gaat met Nederland. De economie draait weer naar zware jaren. Maar voor heel veel mensen gaat het nog niet goed genoeg. Want die hebben op dit moment geen vaste grond onder de voeten. Er zijn inderdaad de ouderen, de werkzoekenden. Maar er zijn ook heel veel jongeren die flexcontracten hebben, tijdelijke contracten, dan weer even thuis zitten. Heel veel jongeren met een migrantenachtergrond die überhaupt niet worden uitgenodigd. Dus aan de ene kant gaat het heel goed met Nederland, maar het gaat voor heel veel mensen, jong en oud, nog lang niet goed genoeg. Die missen die vaste grond. En ik geloof dat dat echt een kwestie is van politieke keuzes die we met elkaar maken. Dat doen wij in Den Haag, maar daar is de gemeente, en je zei in je inleiding terecht, de gemeente doet eigenlijk steeds meer taken die vroeger in Den Haag lagen. Dat is echt beleid van gemeenten. Het zijn de keuzes op gemeentelijk niveau die je maakt. En ik ben blij dat die Zagria ook zegt. Dan gaat het over aanbesteden. En dit moet je sociaal aanbesteden. Zorgen dat je zaken doet met bedrijven die zorgen voor de stad. Die zorgen voor de leefbaarheid. Die zorgen voor werk voor mensen. Ook voor werk voor mensen die misschien op achterstand staan. Die dus oog hebben voor een omgeving. Daar kan je als gemeente gewoon keuze in maken. Ik ga niet met een groot bedrijf dat eigenlijk niet uitmaakt waar die onderneemt, daar ga ik geen zaken mee doen. Nee, ik ga echt met een Rotterdams bedrijf, die staat voor die stad, die staat voor de mensen, daar ga ik de zaken mee doen. Dat zijn de keuzes die je maakt.
De tweede wat ik denk dat je kan doen, is dat je ook als politiek kan kiezen voor banen. Heel veel werk in Rotterdam, of eigenlijk heel veel dingen die je in Rotterdam zou kunnen doen. Veiligheid op straat, de Dennis in de speeltuin, conciërge op scholen. Dat kan je als gemeente, daar kan je werk van maken. En daar kan je geld bij doen en daar kan je ervoor zorgen dat er in Rotterdam duizenden banen bijkomen. Voor al die mensen die heel graag willen werken. Dus ik geloof echt, het verschil kan je maken op politiek niveau door te kiezen voor werk. En daarvoor realiseer je die vaste grond onder de voeten van mensen die echt keihard nodig is. Suzanne, kunnen we gelijk mooi op aanvragen. Jij zit in de Nationale Denktank. Klopt. Dat, dat klinkt mij echt als iets in de oren. Daar wil je bij zijn. Jullie willen allerlei vernieuwende ideeën echt uitdenken, ja, zodat je die kan implementeren. Dus het lijkt mij een heel mooie gelegenheid voor jou om, ja, hier iets aan toe te voegen. Ja, ik hoor hele mooie dingen van eigenlijk wat de gemeente kan doen. Wij hebben ook gekeken naar de arbeidsmarkt, naar de inclusieve arbeidsmarkt. En ik wil nog één ding aan toevoegen wat ik hier hoor voor de groepen die het moeilijk hebben. Want het lijkt inderdaad allemaal heel goed te gaan, maar we hebben ook volgens mij de afgelopen dagen zat in de krant, bijvoorbeeld de zorg is een sector waar ontzettend veel banen in de toekomst nodig zijn. En inderdaad kan je als gemeente daar keuzes in maken, maar wat wij ook heel erg zagen is dat als je het hebt over een achterstand of een afstand tot de arbeidsmarkt, het voorbeeld wat John net ook al gaf, dat het ook heel belangrijk is als gemeente om de taak op je te nemen om mensen toe te rusten. Dus dan gaat het over inclusief onderwijs, als het gaat over mensen met een arbeidsbeperking, voor wie het al ongelooflijk moeilijk is om een passende stage te vinden. Als je dat niet, als je daar als gemeente je niet voor inzet ook, dan is het ontzettend moeilijk om je als jongere vervolgens op de arbeidsmarkt te begeven. Maar ook als ouderen, als je 30 jaar eenzelfde soort baan hebt gedaan, vervolgens deze wordt weggeautomatiseerd, zien we dat pas werk naar werktrajecten, et cetera, pas ingezet worden op het moment van een reorganisatie. Maar we weten dat de arbeidsmarkt heel anders is. Dus ook daar zijn er manieren om nu al mensen toe te rusten, om te kijken wat heb je nou eigenlijk nodig op dit moment als je je zeg maar, op de arbeidsmarkt wil blijven begeven. Dus ook in dat stukje al van tevoren mensen goed toerusten om op de arbeidsmarkt te kunnen blijven functioneren is echt heel belangrijk. En daar is ook zeker een taak voor de gemeente. En dan kom je denk ik ook bij heel veel regelgeving. Ik denk dat jullie in de hoedanigheid waar jullie nu in zitten ook wel vaak verhalen horen van mensen die zeggen, ja ik wil wel, maar ik moet zoveel dingen regelen en aan allerlei zaken voldoen. Waardoor ik eigenlijk al afval, terwijl ik wel wil. Zou dat ook iets kunnen zijn wat in de gemeenteraad makkelijker aangepakt zou kunnen worden dan vanuit de landelijke politiek? Nou, ik denk daarom te reageren, het is beide. Als het gaat over lokaal politiek, nou recentelijk niet hier ver van dan Hellevoet sluiten. Daar hebben 30 medewerkers te horen gekregen dat ze hun baan verliezen. Die deden inderdaad het werk wat uitbesteed was, het schoonmaken, de voorzieningen voor de gemeente. Ja, en waarom? Omdat het werk eens in zoveel jaar weer aanbesteed moet gaan worden. Dus dan gaan we weer kijken wie erop biedt. Dat wordt dan uiteindelijk degene die wellicht voor een duppie op de eerste rij zit. En deze mensen mogen of vervolgens weer solliciteren of raken gewoon hun baan kwijt, want we gaan weer flexes inzetten. En daar, om dit voorbeeld, het zal ook van toepassing zijn voor alles wat hier aan de hand is in Rotterdam als het gaat over de arbeidsmarkt, vind ik dat je juist ook als gemeenteraad gewoon lef moet tonen en zeggen van dat gaat hier niet gebeuren. We gaan eisen stellen, dat kan. Dat je zegt van in ieder geval gaan de mensen mee met het werk, wat er ook gebeurt. Dus in plaats van naast het creëren van werk is het ook wel de kunst om ervoor te zorgen dat je de echte banen handhaaft. Dus volgens mij heb je daar maximaal ook invloed op in de gemeente. John, jij hebt natuurlijk dan echt veel met ouderen te maken. Lopen die inderdaad op tegen de bureaucratie, zoals dat dan zo mooi wordt gezegd? En zou daar iets in veranderd kunnen worden, zodat dat makkelijker zou gaan? Ja, het kromme een beetje is van dat ik in die 2 jaar en nog steeds waar ik kom en door het hele land heen bij de werkgevers kom, die zijn echt zielsgelukkig met die 50-plussers. En die zijn blij, oprecht blij dat ze met 50-plussers in zee zijn gegaan. En kun je ook kort uitleggen waarom? Nou ja, dan hoor je de ervaring, de rust, het overbrengen met. Ik zeg altijd, een beetje gekscherend, ik ga niet alleen maar roepen dat binnen het bedrijf alleen maar 50-plussers in dienst moeten komen. Hè. Ik zie het meer als een voetbalelftal met jonge, getalenteerde honden die net van school komen, die ook weer nieuwe ideeën, nieuwe wetten meenemen binnen een bedrijf en de ervaren mensen die al jaren binnen een bedrijf werken.
Nou, we zijn vanmiddag met Lodewijk bij Bud Holland geweest in Maasland. Nou, dat is nou typisch een bedrijf dat een aantal werknemers die daar al 30, 35 jaar werken. En die man die is bewust aan het kijken en heeft een aantal jonge jongens binnengehaald. En waarom? Om puur die ouderen te ontzien van de overuren, van het zwaardere werk. Zodat ze nog langer mee kunnen binnen zijn bedrijf. En ik snap ook, en dat is een beetje het kromme, dat als ik 50-plusser ben en ik ben nog steeds op zoek naar werk, ja, dan kan ik zeggen, ja, allemaal leuke verhalen, de Wolf, die jij hoort in Nederland, maar ik als 50-plusser zit nog steeds thuis. En dat is wel mooi wat er net gezegd wordt. Natuurlijk, een werkgever moet attent zijn, moet zijn werknemers attent houden met wat er speelt. Hè. De wereld is aan het veranderen, daar zou je mee moeten. Ik spreek heel veel 50-plussers die met het probleem zitten. Hè. Ik denk wel, of ik dacht wel dat ik hier tot mijn pensioen zou zijn en ineens sta je buiten. En dan ben je in paniek. Hè. Ik heb een vader gesproken, daar heb ik een bak koffie mee gedronken. Die twee zoons, die weten gewoon nog niet dat pa al een hele tijd werkzoekend is. En die gaat elke ochtend met zijn broodtrommeltje naar buiten om te gaan zoeken. En die heeft 30 jaar bij een bedrijf gewerkt. En tuurlijk, je kan wijzen, hè, naar die werkgever, maar je moet ook naar jezelf wijzen. Hè. Ondanks dat ik de ambassadeur en voor die 50-plusser staat, moet je ook puur naar jezelf blijven kijken. De wereld is aan het veranderen en daar zal je ook in mee moeten. En je moet goed attent blijven wat er in die sector van je verwacht wordt, wat er speelt om je heen. En dan moet je blijven investeren in jezelf. En als dat niet gebeurt via je werkgever, ja, dan moet je het ook zelf doen. Nou is Rotterdam natuurlijk bekend, hè, om de haven. En wat jij zegt, is natuurlijk ook dat 50-plussers vaak ook gewend waren. Hè. Je gaat ergens werken en je blijft ergens voor langere tijd. Je geeft ook meteen aan, hè, de wereld verandert. En best wel snel ook. Dus het is veel vaker dat er korte contracten zijn als er al contracten zijn. En in die haven is natuurlijk toch ook een heleboel veranderd. Zijn daar gerichte oplossingen voor, waardoor er makkelijk ingestapt kan worden in die arbeidsmarkt? Ja, ik denk dat je noemt haven. En ik denk dat het heel terecht is, want daar heb je nu gezien dat heel veel gedigitaliseerd is en heel veel is overgenomen wat een paar jaar geleden door mensen werd gedaan, wordt nu door machines en computers gedaan. Maar wat ik daar heb gezien, en dat zijn de jongens van de haven, die hebben een onwijs sterke vakbond, dus die laat zich niet zo wegspelen. En dat is wel een mooi voorbeeld van hoe de jongens uit de haven hebben gezegd, wij zien dit aankomen, dus werkgever, wij willen nu met jou een gesprek en we willen het hebben over scholing, wij willen het hebben over ander werk. En we willen ook de zekerheid hebben dat we hier echt nog een paar jaar werken, want er zijn een paar mensen die het gewoon niet meer redden om zich om te scholen, want die zijn misschien al 60 en die willen het hier netjes afmaken. En dat vind ik wel een voorbeeld waar je die sterke vakbond nodig hebt. Heb je werkgevers nodig die zeggen, we denken met je mee en we gaan ook in je investeren, want wij zien ook het probleem. En er is ook op andere plekken in Rotterdam is er gewoon werk voor je. En daarbij heb je een gemeente nodig die ook bereid is om dan met die sterke vakbond in de haven, met de werkgevers samen mee te kijken. En dat vind ik wel een mooi Rotterdams voorbeeld. Je ziet dat het werk verandert, je ziet dat het werk verdwijnt. En je ziet dat die mensen hartstikke hard nodig zijn op andere plekken in Rotterdam. Bijvoorbeeld de zorg zou je ook nog echt, en daar kan ik me ook voorstellen dat de 50-plussers daar heel fijn in kunnen terugkomen. Ja, als ik mag geloven zitten er heel veel 50-plussers met kwaliteiten thuis. Die hebben, daar is iets voor. Lian, hoe noemen ze dat? Wat hebben ze nodig? Diploma, hoe noem je dat? BIG-registratie. Die hebben ze in de jaren hebben ze die niet meer behaald. Maar die hebben nog wel de kunde. En gaat die mensen, geef ze een stageplek. Hè? En dat ze binnen die stageplek kan je kijken of je tevreden bent met hun. En daarna kan je ze in dienst nemen. Dus de regelgeving zou dan wat makkelijker gemaakt moeten worden. Dat vind ik wel. Ja. Is dat iets wat jullie ook vaak terugkrijgen? Ja, zowel aan de kanten van mensen die het lastig hebben om mee te komen op de arbeidsmarkt, maar ook voor de werkgever. Kijk bijvoorbeeld naar jongeren bijvoorbeeld met een arbeidsbeperking. Wat zij heel erg aangaven is dat werken gewoon vaak niet loont. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Als je soms weinig energie hebt of niet in staat bent om ver te reizen, dat je dan ook nog eens een keer heel ingewikkeld is om goed betaald te krijgen voor je werk. En aan de andere kant is het voor werkgevers vaak ontzettend onduidelijk van welke regels gelden er nu, waar kan ik aanspraak op maken. Dus dat is echt dat is zeker iets waar mensen tegenaan lopen. Maar ik wil er wel bij benadrukken dat was niet hetgene wat dat komt vaak als
tweede, hè, er is echt een grote wil van heel veel mensen om mee te doen op de arbeidsmarkt. En dat dat niet lukt, omdat, hè, zoals ik net al noemde, bijvoorbeeld het onderwijs, dat is echt iets wat echt aangepakt moet worden. Ja, misschien nog even ook over de zorg. Ja, niet weer steeds om in herhaling te vallen. Maar ook als je ziet bij de zorg wat daar de afgelopen jaren is gebeurd. Hè, wel de rol van richting het decentraal, de gemeentes gaan erover. En vervolgens bij het aanbesteden zie je dus dat dat weer effect heeft op de kwaliteit van het werk. Je ziet dat een trend is, hè, dat mensen in de zorg steeds veel meer patiënten voor hun rekening moeten nemen, voor zorgen. Tegelijkertijd, hè, wat John aangeeft, zijn er velen die dus werkzoekend zijn. Ik denk van ja, volgens mij als je die dingen met elkaar samenbrengt, heb je volgens mij die menswaardige maatschappij waar we als FNV voor staan. Maar in essentie gaat het uiteindelijk toch wel weer van hoe goedkoop kunnen we het werk wegzetten. De werkdruk neemt toe, het werk wordt zwaarder. Dus ook al, hè, als het gaat over de 50-plussers, die faciliteert met een baan, zie je ook dat de baan gewoon soms echt niet meer vol te houden is. Dus daar is het echt van belang, hè, dat we ook bij onze keuzes, als we gaan kiezen voor de gemeenteraad, dat echt in overweging meenemen. Want uiteindelijk profiteert iedereen daarvan als er gewoon echte banen komen, voldoende werk. Dan nog even over de havens. Ook als je ziet eigenlijk het verlies van werkgelegenheid van de afgelopen decennia. Maar tegelijkertijd wordt er wel echt miljarden verdiend nog steeds in de haven. En dan is gelukkig wel, Ja, gelukkig wel. Maar de vraag is van waar komt dat geld terecht? Hè? Hoe zorgen we ervoor dat Rotterdam daar, hè, de Rotterdammers daarvan profiteren? Nou, dan moet je ook durven te dromen, ook als gemeente in de toekomst, van kunnen nadenken over een basisinkomen. Kunnen ervoor zorgen dat we in ieder geval het werk beter kunnen herverdelen. Dus volgens mij zijn er nog vele uitdagingen voor ook de komende gemeenteraadsverkiezing en de coalitie die dan Rotterdam gaat leiden. Ja. Nou, volgens mij zit er iemand hier die staat te trappelen om daaraan te beginnen. Dat lijkt me duidelijk. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor jullie bijdrage. En u mag klappen hoor, maar gewoon, ja, dat vinden we heel niet erg. We gaan even een hele korte pauze inlassen, want dan kunnen jullie even naar de bar om wat te drinken. Naar het toilet. Maar, of naar het toilet inderdaad, dat zit beneden. Maar het zou fijn zijn als u hier straks gewoon ook weer terugkomt. Tot zo. Wel even inderdaad. Hard aan gewerkt. Zoals ik al zei, de laatste tafel. Er zijn natuurlijk altijd een heleboel groepen die altijd aan bod komen. En er zijn ook altijd een aantal groepen die iets minder aan bod komen. En dat is jammer, want dat zijn namelijk ook Rotterdammers die met fantastische dingen bezig zijn. Onder andere YMP. En ik heb een tijd geleden een lang gesprek gehad met YMP. En ik kan maar één ding zeggen. En dat is, het is een bijzondere jongen. Een bijzondere jongen met een mooi verhaal. En met ongelooflijk veel talent. En ik ken eigenlijk niemand die zo'n enorme drive heeft om de top te gaan halen. En ik denk ook dat hem dat gaat lukken. En u bent hier vanavond gewoon bij en u kunt dan later tegen uw kinderen en uw kleinkinderen zeggen, die zagen wij nog van dichtbij. Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor YMP. Yes, yes. Het kan nu eigenlijk alleen nog maar fout gaan. Hè? Het kan alleen nog maar fout gaan. Ja, hebben we nog een beetje zin in of zijn we het al een beetje zat, dat politiek... Ik ben YMP, ik ben een spoken word artiest en ik ben een producent en ondernemer, echt een Rotterdamse ondernemer. En ik zal een stukje spoken word voor je doen. Als ik een euro kreeg voor elke keer dat ik over Rotterdam praatte, dan was ik inmiddels miljonair vanavond. In de stad van geen woorden maar daden claimden wij vorig jaar de spoken word hoofdstad van Nederland te zijn. We zijn dus wel een stad van woorden met daden. Waarin we de luxe hebben van melk en dadels en daarbij vergaten we nooit de havens. Want daar ligt ons bag of money. Rotterdam is de stad van de dromen. De stad waar ik als 9-jarig jongetje niet kon geloven dat er ooit een Erasmusbrug van 135 meter hoog zou komen. En ook ik heb een droom. Ik droomde dat wanneer mijn zoon dadelijk 18 is, dat hij wakker wordt in een stad die net zoveel van hem is als dat deze van jou is. Dat hij net als zijn vader zijn vrouw op Rotterdam Zuid vindt. En dat hij deze stad zo ongelooflijk trouw is. Maar ook ik pleit voor verandering.
En ik zeg het in elk gesprek. In het woord verandering zit het woord ver en ander in. We brachten jongens als ver en Wijnaldum, want dat soort jongens stonden er anders in. En ik begrijp het, verandering is eng. Maar de achterblijvers zijn het gevaar. Dus aan het einde van het jaar wil ik alleen maar krantenkoppen lezen hoe tof Rotterdam is. Dus met andere woorden, aan het einde van het jaar wil ik alleen maar krantenkoppen lezen hoe tof Rotterdam-Zuid is. Want als Noord en Zuid een relatie hebben, kan ik je vertellen dat het al jarenlang uit is. En ik ben een kind van deze relatie, dus deze frustratie, die uit ik. Want de ketting is net zo sterk als zijn zwakste schakel. Dus een Rotterdams diner is eigenlijk pas lekker met Rotterdam-Zuid aan tafel. Want anders is deze stad iets als een niet-vegetarische falafel. En dat kan niet. Dit is Rotterdam. Dit is de stad van de droom. Nog geen 5 jaar geleden zat ik op mijn dieptepunt, man. Nu 5 jaar later geef ik leiding aan 30 man. En ik ben nog ineens 30 man. Dus wanneer je mij wilt vertellen dat ik iets niet kan, je hebt het niet tegen mij. Je hebt het tegen heel Rotterdam, man. Dank jullie wel. Dankjewel, ga lekker zitten. Ga lekker zitten. YP, je zei net in jouw spoken word, dankjewel daarvoor. 5 jaar geleden, ja, je bent ineens een stuk kleiner. Ja, een stuk kleiner. Ja, vind ik wel prettig. je zei net, 5 jaar geleden zat ik in het diepste dal. Het is misschien wel handig om dat even uit te leggen. Oh ja, jullie hebben te maken met een ex-gedetineerde, zoals ze dat noemen. Ik heb 2 jaar van mijn leven in detentie gezeten. Ik heb heel veel domme dingen gedaan. En op een gegeven moment ben ik gewoon tegen de lamp gelopen. Maar ik heb mezelf altijd wel 1 ding beloofd. Dit is een situatie die ik mijn moeder nooit meer aan ga doen. Dit is een situatie die ik mijn vrienden en mijn familie ook nooit meer aan ga doen. En ik zorg gewoon dat ik de beste versie word van mezelf. Gisteren was ik toevallig 5 jaar vrij. Dus was voor mij gisteren een super, super emotionele dag. En het grappige is, ja, ik kwam vrij op 13 maart 2013... En op 1 april zei mijn ex-vriendin van ja, je wordt vader. En ik dacht dat was de grootste grap die ik ooit heb meegemaakt. We hadden nog €150 en we hebben 15 van die testjes gekocht. En alle 15 zeiden yes, je wordt vader. En ja, nu heb ik mijn zoontje Raziel, hij is 4 jaar nu. En hij is super druk en hij is super leuk. En dat is mijn rots, mijn steen en mijn alles en mijn liefde. En ik ben het verplicht aan hem om een goede vader te zijn. En ook een rolmodel te zijn. Dat als hij dan dadelijk groter wordt, kan hij zeggen dat is mijn papa. En dat vind ik heel belangrijk. Wow. Wat mij opviel, hè? Jij vertelde mij een tijdje geleden al van ja, ergens toen ik in de bak zat, toen heb ik toch een punt gevonden waarvan ik dacht, ja, nee, ik ga het totaal anders doen. En ik ga het dusdanig anders doen dat ik echt de top ga bereiken. Wat is voor jou de top? Nou, ik denk de top, dat is heel belangrijk dat we dan als Rotterdam zijn, hè, praat ik als Rotterdammer, dat het gewoon heel belangrijk is dat je je stad gewoon positief op de kaart zet. En dat kan door middel van evenementen, maar dat kan ook door middel gewoon van het werk wat ik doe. Ik werk met de jongeren van de straat, ik werk eigenlijk met de top 10% vergeten jongeren eigenlijk. Dus de jongeren die te maken hebben gehad met detentie, of huiselijk geweld, of seksueel geweld. Dus ook de jongeren die bij het jongerenloket komen, die overal tegenaan lopen. En die eigenlijk het soms ook gewoon niet meer zien zitten. En met deze jongeren maken we gewoon kunst en cultuur. En dat is voor ons een middel om eigenlijk een verandering te maken. En ja, ik hou heel veel van Rotterdam, maar ik hou net iets meer van Rotterdam-Zuid. En, want daar heb je ook... Ja, deze jongen die krijg je echt niet weg van Zuid, dat is echt heel duidelijk. Nee, ik ga nergens. Jij bent andere jongen echt aan het helpen. Jij hebt echt je helpende hand uitgestoken. Ja. En je zegt ook, ja, daar is vrij weinig voor, die lopen overal tegenaan. Merk je dat jij in jouw positie dat makkelijker kan doen? Nou, ik denk dat het gewoon op een gegeven punt ontgroeit in een bepaalde situatie. Kijk, en op een gegeven punt heb ik gezien van hoe verder ik kom in het leven, des te meer kan ik ze bijtrekken. Ik doe het trouwens niet alleen, dat is de andere directeur, dat is Big J. Dat is de andere directeur. En dan met z'n tweeën proberen we dan toch een groep van 30 op de een of andere manier te managen. Het is toch 60, 70 uur werken in de week. En van tijd tot tijd wil iemand zijn nek omdraaien, want ze luisteren echt niet. Maar als je dan ziet wat ze kunnen op het podium, weet je, de ene is een singer-songwriter, de andere is een woordkunstenaar, de ene is een rapper, de andere is een acteur. We hebben onze eigen marketingafdeling, onze eigen graphic designers, daar hebben we er 3 van. En het belangrijkste is gewoon dat ze allemaal een rugzak hebben, maar dat ze elkaar inspireren om weer positiever in het leven te gaan staan. En als we €100 hebben, delen we het door 30. Maar als ze een ton hebben, delen we hem ook door 30. En, zo'n principe werken we eigenlijk met elkaar. Heel mooi, heel mooi. Dat is belangrijk, want wat jij zegt, hè, dit is echt Rotterdam. Het is ook echt zo dat
En dat vind ik jammer, dat in Rotterdam veel initiatieven zijn vanuit Rotterdammers om andere Rotterdammers te helpen. Hè. Laten we wel wezen, vrijwilligers zijn overal. En in die hoedanigheid wil ik Dennis, met de prachtige naam Dennis de Redelijkheid, ook aan tafel uitnodigen. Ja, je zal maar zo heten. Geweldig. Deze artiestennaam. Ja, het lijkt op een artiestennaam. Dennis, jij bent van Delta Cycling. Klopt, ja. En dat is eigenlijk een wielerploeg net iets onder het professionele niveau, mag ik dat zo zeggen? Het is de enige Rotterdamse professionele wielerploeg op het derde niveau wereldwijd. Daar ben ik wel bij betrokken, maar dat is niet waarom ik hier zit. Rond die professionele wielerploeg is een stichting ontstaan. Ik ben voorzitter van die stichting. En met die stichting zetten wij die fiets als middel in. En daarmee bedoel ik dat wij die fiets gebruiken om mensen te bereiken. Om mensen toegang te geven tot zaken. We zamelen fietsen in, knappen we op, delen we uit. We zijn actief op schoolpleinen waar we fietsen opknappen. Fiets is een heel normaal middel, denken we allemaal. Iedereen heeft een fiets. Ik ben in de afgelopen 2 jaar achtergekomen dat ook een fiets een luxe middel is in Rotterdam. Dat ook een fiets hebben geen vanzelfsprekendheid is. Maar waar ik eigenlijk echt voor zit, en dat sluit aan bij het verhaal van mijn buurman, is dat wij die fiets ook al 2 jaar hebben ingezet en vanaf 1 mei voor het derde jaar gaan inzetten om in dit geval 10 jongeren vanuit het jongerenloket samen met het Rotterdamse mentorproject op de fiets te zetten, in het zadel te krijgen, aan het sporten te krijgen samen met 10 regionale ondernemers, 12 weken lang begeleid, professioneel begeleid door de jongens van Delta Cycling. Met als insteek om die gasten te resocialiseren, duidelijkheid te geven, te helpen met het oplossen van die problemen waar ze mee worstelen. En uiteindelijk met als doel om die gasten weer een opleiding te laten volgen, af te laten maken. En als ultieme doel om die jongens weer een baan te geven. Ik wil toch even daar een klein applausje voor, want dat vind ik gewoon top. Ja. Toen ik jou voor de eerste keer sprak, toen vertelde je daarover en toen maakte je mij ook duidelijk van ja, dit hebben we niet gedaan omdat we er verstand van hebben. Wij zijn geen sociaal werkers, dit hebben we echt gedaan omdat wij vinden, omdat het voor ons allemaal goed gaat, dat we dat moeten delen. Ja. En op die manier ook iets bij te dragen aan de stad. Dat is best bijzonder, want je gaat dan met 10 mensen op de fiets zitten een aantal maanden. Mensen die met verslavingsproblematiek te maken hebben gehad. En of uit de bak zijn gekomen. Ja. Dat moet een bijzondere avontuur geweest zijn. Het is, ik heb zelf actief meegedaan aan het tweede deel. Als partner en sponsor aan het eerste deel. De verhalen zijn uniek. Niet alleen de resultaten, maar ook de verhalen onderweg zijn uniek. Mensen die nog nooit een racefiets van dichtbij gezien hadden. Gefietst in omstandigheden die doen denken aan die van vorige weken. Je weet zelf wat fietskleding met je doet. We zien er allemaal even belachelijk uit. Dat schept ook een band. Het staat echt niemand. Dat heeft en dan helemaal, ook nog al die bedrukking. Het is een beetje voor lul. Het is echt verschrikkelijk. Maar juist daardoor creëer je een band, creëer je een veilige omgeving. Niet alleen voor de potentials, niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de ondernemers zelf. En dit zijn betrokken ondernemers. Dit zijn mensen en ondernemers die vinden dat er meer is dan alleen maar je eigen succes. Hè. Sterker nog, je eigen succes is eigenlijk geen succes. Hè. Als je dat niet kan delen, of als je dat niet durft in te zetten om dat te delen, dan mis je heel veel mooie dingen. Dan mis je die verhalen. Het heeft je echt rijker gemaakt. Ja, in heel veel opzichten. Het mooie is, hè, je stapt daar eigenlijk je stapt erin met je hart. Je hebt geen idee wat er op je pad komt. Nee. En dan zie je iets ontstaan. Je hebt ook helemaal geen idee, want jullie hadden daar ook helemaal geen onderzoek naar gedaan. Van waar moeten we op letten en wanneer is het een succes? En dus je onderging het zelf eigenlijk net zo hard als de mensen die je onder de hoede nam. En toen bleek daar toch nog wel ergens
succesjes gehad te worden. Absoluut. We hebben, wat ik zei, we hebben twee edities gehad. De derde gaan we misschien wel iets voorbereider in. Dat doen we met het Mentorproject. Dat is de club die al heel veel contacten heeft met het jongerenloket. Dus daarin worden we iets meer begeleid dan in voorgaande edities. Dat is ook een bewuste keuze. Rotterdam heeft een enorm probleem als het gaat om jongeren die tussen wal en schip vallen. Ja, als we daar door ons beter te begeleiden en iets beter te laten voorlichten een hogere succesraad kunnen halen, ja, dan is het alleen maar mooi. Ben en Arjen die hier zitten, die hebben meegefietst, die hebben meegedaan. Het zijn exponenten van hele mooie voorbeelden ook van datgene wat we bereikt hebben. En dat hebben ze met name zelf gedaan, hè? Door er te zijn, door vol te houden, door mee te fietsen, door open te staan voor dat gekke traject. Twee jaar lang en inmiddels dik een jaar lang een echte baan. Hè? Ik hoor hier vanavond allerlei termen die ik in ieder geval niet echt kende. En dan zit ik toch in de personeelsbemiddeling. Niet echte banen, dat doen wij niet heel erg aan, moet ik zeggen. We hebben alleen maar echte banen. En daar zitten twee mensen die... Echte banen hebben overgehouden aan een stukje fietsen. Ja, kan je nagaan. Zo doen we dat. Had jij mee willen fietsen? Ik niet. Ik zou niet fietsen. Nee, ik hoor nog steeds geen excuus. Ik heb dat allemaal op eigen kracht gedaan. Omdat ik dan, je moet eerst heel goed aan jezelf werken. En dat wist ik ook. En ik was totaal gedesoriënteerd. Maar het zou aan de andere kant ook best wel weer fijn zijn als je toch wel een steuntje in de rug had gekregen. Maar ik heb gewoon gelukkig een hele sterke moeder die me altijd heeft geholpen. Niet onbelangrijk inderdaad. Ja. Barbara, ik wil vragen of jij ook aan tafel wil komen zitten. Want dit zijn natuurlijk wel de initiatieven... die ook heel Rotterdam zijn en misschien ook wel de steun vanuit de gemeenteraad kunnen gebruiken. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit muziek in jouw oren is. Ja, zeker. En eigenlijk volgens mij is dit nog maar... ik denk een tiende van de inspiratie die deze mannen geven. Want toevallig sprak ik Joni Muskiet vorige week. Ja. Een beetje de moeder van heel veel jongeren hier aan de overkant, Feyenoord. En nou, die heeft eigenlijk 3 kwartier... over YMP en Big J zitten praten. Nou, dus gewoon wat jullie voor rolmodellen zijn voor zoveel jongeren hier in Rotterdam, die eigenlijk een pad opgetrapt worden omdat ze, als ze de media lezen, kranten open doen of iets swipen, gewoon alleen maar horen dat ze niet, nou ja, het gewoon niet waard zijn of omdat hun toekomst er toch niet ligt. Deze mensen laten zien dat onze stad gaat juist over tweede kansen, over rolmodellen, over inspiratie en misschien ook wel over derde kansen. En niet over mensen in hoeken trappen, Rotterdammers tegen elkaar uitspelen. Je ziet wat voor moois ervan kan komen. Ik bedoel, echte banen. En dit zijn eigenlijk ook de verhalen waar ik zo van had gehoopt, waar ook die gemeenteraadsverkiezingen over zouden gaan. En die gaan eigenlijk alleen maar over polariseren en over... halal slagers die plaats moeten maken voor groenteboeren en nog meer onzin, terwijl ze juist moeten gaan over alle mooie mensen die onze stad te bieden heeft. Want ja, Rotterdammers maken onze stad en daarom hebben wij ook zo'n kikke stad. Dat is het gewoon. Nou wil ik toch ook nog even naar Arjen. Had jij zonder dit project, waar was jij geweest? Mag ik heel in het kort, gedetineerd, verslavingsprobleem. En ik zie gewoon hier een hele frisse vent zitten. Toch? Zit je daar te lachen? Het scheelt dat je naast Jan zit ook. Hoor. Dat scheelt ook wel. Waar was jij geweest zonder dit project? Ik was steeds in een leeg huis onder gas, licht en water. Zonder toekomst. En die is er nu wel. Een stukje rijden op de fiets kan toch echt heel, heel verfrissend werken. Het moet voor jou ook heel fijn zijn om te weten. Ik ga ook nog even snel naar jou, Ben. Fiets je nog? Nee. Maar het heeft je wel dusdanig geholpen dat het gewoon weer echt heel goed gaat met je nu. Ja, dat zeker. Zeker weten wel. Vind je dit... dit initiatief, is dit echt iets Rotterdams voor jou? Ik denk het wel, maar ik kom zelf niet uit Rotterdam. Even niet. Als je in Rotterdam bent, ben je Rotterdammer. Ja. Je zegt het alsof je je verontschuldigt. Maar dit project heeft voor jou echt een wereld van verschil gemaakt.
Ja, denk ik wel. Ook, niet alleen voor mij, ik denk ook voor meerdere mensen. Zeker. Ja. Okay, maar goed, dat fietsen, dat houden ze dan niet lang vol, maar het brengt ze wel ergens. Arjan vertelde ons vanavond tijdens het eten dat hij zijn banden weer opgepompt heeft. Dus die gaat dit weekend weer mooie ritjes maken. Het wordt maken. Min 10, hè, dit weekend. Ja, daarom. Dus dat is een hele spannende. Je gaat het derde traject in, maar nu is er wel een samenwerking met de gemeente. Met het jongerenloket, via het mentorproject, de Rotterdamse Douwers, misschien wel bekend in deze zaal. En ook kent wel... iemand dat project eigenlijk, Rotterdamse Douwers? Ja. Echt niet? Nou, dat is heel eenvoudig, dan ga ik jullie huiswerk meegeven, www.rotterdamsedouwers.nl. Nou, dat moet te onthouden zijn, hè? Hoeveel mensen zitten hier in de zaal? Nou, ze hebben naar aanleiding van een stuk van Ernest van der Kwast heel veel extra aanmeldingen gekregen. En in dat project zitten jullie ook, maar ook heel veel andere projecten. En op die manier kunnen Rotterdammers met hun eigen netwerk eigenlijk hun hand uitsteken naar jongeren die onder andere nu bij jou terechtkomen en bij jou terechtkomen, om ze te helpen. En dat kan zijn door te helpen met een opstellen van een cv, heel simpel. Dat kan zijn door te kijken van, joh, hoe zit het met alle schulden en hoe gaan we dat oplossen. Maar het is iets zonder opleiding, wat dan ook, maar gewoon met je Rotterdamse hart en je poten in de klei en gewoon helpen. Want Rotterdam wordt daar gewoon mooier van. Absoluut. Toch? En jezelf ook. Ja. Wat zou jij, wat zouden jullie willen zeggen tegen Barbara als zijnde van, joh, in die gemeenteraadsverkiezingen, denk hieraan, neem dit mee. Ik denk, als ik voor een heel groot gedeelte van de mooie straatcultuur die we hier hebben, we hebben een hele mooie straatcultuur, straat wordt altijd heel vaak gezien als negatief, maar het rappen begint op straat, het spoken word begint op straat, theater begint op straat, kunst maken begint op straat, en daar zou wat meer aandacht voor moeten zijn. Maar ik denk, als ik gewoon één tip mee mag geven, politicussen beloven ons altijd gouden bergen. En uiteindelijk komt daar niet altijd alles van uit. Maar ze zeggen nooit, het is ons niet gelukt, jammer genoeg. En ik denk dat dat, zeg maar, dat stukje transparantie, dat gewoon heel mooi is. En we leven in een hele kwetsbare stad. Dat als iets niet lukt, is er ook de ruimte om te zeggen, het is me gewoon niet gelukt, ik heb mijn uiterste best gedaan. En ja, shit. En ik denk dat we daar gewoon als stad heel erg goed van hebben. Yes. Mooi, dan mag je na een spoken word artist ook nog wat zeggen. Dankjewel. Nee. Het voortaan andersom doen, sorry Dennis. Ja. Dat is niet richting Barbara, maar dat is in het algemeen. En ik weet ook niet of voor de politiek is, maar stop eens met praten. En ga gewoon eens vragen stellen en naar elkaar luisteren. Ik denk dat zoveel zou schelen. Ja, want dat is, ja. Ja, je mag klappen, ja. Ja. Dat is ook echt wel wat we hier willen doen. Gewoon een dialoog aangaan en luisteren. Wie ben je? Wat doe je? Wat kan ik voor je doen? Wat drijft u? Waar wil je naartoe? Ja. En dat is wat jullie op de fiets heel duidelijk hebben gedaan. Barbara, wat ga je meenemen hiervan? Nou, ik denk dat luisteren een hele, hele grote waarheid is. Weet je, want politici die houden heel erg van om te praten. Maar dat luisteren, terwijl het gaat luisteren om het volksvertegenwoordigerschap. Dat is ook een beetje de reden waarom ik de politiek in ben gegaan. Omdat ik zelf zo'n sociaal ondernemer in de stad was en tegen alles aanliep. En ook tegen die beloftes aanliep. En vooral ook er tegen aanliep dat als ik al die schreeuwende politie moest geloven, dan stond de stad in de fik. Dan woonde ik in een wijk in Spangen waar ik eigenlijk 36 sloten op mijn deur moest zetten. En sowieso niemand moest vertrouwen die om de weg vroeg. En dat is gewoon niet waar. Weet je, we moeten echt naar een politiek die er is voor Rotterdammers, en niet waar politici spelletjes aan het spelen zijn, maar waar volksvertegenwoordigers zitten, die inderdaad transparant, als het niet lukt, lukt het niet. En we hebben een stad, inderdaad, die is hard, maar vooral op straat gebeuren ook zoveel mooie dingen. We hebben heel veel van die spreuken. En daarnet was het al van, weet je, de beste versie van jezelf worden. Ik zeg altijd, een van de mooiste spreuken vind ik die van Erasmus, die op een gebouw staat, van geluk is als je zijn wilt wat je bent. Maar dan moet je wel de kans krijgen om die beste versie van jezelf te worden. En juist die politie en die gemeenteraad, die kunnen daarvoor zorgen. Die kunnen die organisatie steunen, die kunnen die springplank zijn. En die kunnen vooral heel veel jongeren aan die kant van de Maas gewoon het idee geven dat er een prachtige toekomst voor ze ligt. Want die stad is gewoon van ons allemaal. We zijn allemaal Rotterdammers. Ja. En dat gezegd hebbende,
Je had ook nog een heel mooi plan. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel weer even heel iets anders. Maar het gaat ook wel over wat belangrijk voor deze stad is. Want los van eigenlijk... deze gemeenteraadsverkiezingen gaan heel erg over polarisering. En het is dat identiteitsdebat... Ik vind gewoon dat het op een verkeerde manier gevoerd wordt. Maar het is wel goed dat het gevoerd wordt. Maar ik ben blij dat het vooral door Rotterdammers op de positieve manier gevoerd wordt. Zo'n prachtig filmpje. Ik hoop dat iedereen het heeft gezien van Gers. Echt, dan dat zijn... Alles wat die filmpjes inderdaad van Paul niet waren, is dat wel. Ga vooral kijken. Al die spoken word artiesten, dat is waar Rotterdam over gaat. Dan hebben we natuurlijk de armoede, hebben we het over gehad. Maar wat een hele grote uitdaging gaat worden, en daar hebben we het nog niet over gehad in de komende 4 jaar voor Rotterdam, is echt die energietransitie. Het is een heel moeilijk woord en het staat al zo ver van mensen af, maar het gaat wel gebeuren en het gebeurt eigenlijk nu al. Die verduurzaming van de wereld, maar ook dus van Rotterdam, is heel erg belangrijk. Weet je, 20% van de CO2-uitstoot van Nederland gebeurt hier. Het heeft met die haven te maken, maar ook gewoon met hoe wij wonen te maken. Hoe wij wonen, is ook al een kwart van de CO2-uitstoot van Rotterdam. Daar kunnen we heel veel in veranderen door die stad te gaan verduurzamen. En wat de Partij van de Arbeid wil, is eigenlijk 100.000 energie-neutrale woningen bouwen van nu tot 2030. En eigenlijk mag er vanaf dit moment geen huis meer uit de grond gestampt worden wat niet energie-neutraal is. We willen de komende 4 jaar 15.000 nieuwe doen en 15.000 bestaande woningen energie-neutraal maken. En het allermooiste is dat dat werkgelegenheid op gaat leveren, want er moeten ontzettend veel mensen aan het werk. En dan heb ik het echt over tienduizenden banen. Dat het de energielasten van mensen die nu ook nog even in de knel zitten financieel naar beneden gaat brengen. En dat die energielasten omlaag krijgen ook een manier is hoe we die verduurzaming kunnen financieren. Dus er komt heel veel op ons af en veel mensen denken ook, hoe moeten we dat nou gaan doen? Maar het kan. Er liggen echt kansen voor verduurzaming, voor energielasten omlaag, maar dus ook voor werkgelegenheid. Maar dan moeten we wel dadelijk een stadsbestuur zitten, wat naast ook weer die Rotterdammers gaat staan, wat dat proces gaat sturen, zodat niet de onderkant van de samenleving die verduurzaming gaat betalen. De vervuiler gaat betalen, niet de Rotterdammer. Dat gaat banen opleveren en dan gaan we ook nog eens in een mooiere, duurzame, groene stad leven. En dat kan. En daar hebben we dus een mooi plan voor. 100.000 energie-neutrale banen van nu tot 2030. En de Rotterdammer gaat ze bouwen. Dat is het plan van Barbara Katman. Dat lijkt me vrij helder. Ja, daar kan ik weinig aan toevoegen. Ik zie je glimlach. Jij wil hier ook wonen, hè? Ja. Ja, zeg het nou maar. Lodewijk, ik wil jou ook nog even het woord geven. Want laten we wel wezen, dit heel veel inspirerender dan dit kun je het bijna niet krijgen. Ik ga jou even een eigen microfoon geven. Wat zou jij ze willen meegeven? Nou, ik wil in de eerste plaats jou bedanken, Jet, voor de presentatie en al onze gasten van vanavond voor hele inspirerende verhaal. En als je het over Rotterdam hebt, ik ben hier laatst op vakantie geweest. Echt waar. Met mijn vrouw en kinderen. We hadden een soort hoteldeal gevonden. En je zat vlak bij die brug, hoe heet die ook alweer? Die is een bekende, de Zwaan. Bekende Rotterdamse brug. En het was fantastisch. En het is wel ook echt aanstekelijk, het enthousiasme en de energie die deze stad, maar vooral de mensen van deze stad, losmaken en laten zien. Dus ik zou er zeker wel willen wonen, ja, absoluut. Ik denk dat ik het wel even thuis moet bespreken. Er zitten een paar jongens op de basisschool ergens anders. Maar het heeft iets heel aantrekkelijks. Maar wat ik eigenlijk vooral wil zeggen, want dat vind ik het fijne van de verhalen, die hebben eigenlijk wel iets gemeen, namelijk dat mensen anders zijn gaan denken. In al die verhalen van alle sprekers die we hadden, zat het, ja, iedereen denkt zus, maar je kan het ook anders zien en dan wordt de wereld mooier. Dan kunnen mensen wel werk vinden. Dan heb je een bedrijf in plaats van dat je in de gevangeniscel zit. Dan ga je fietsen in plaats van alleen zijn. Dan kan je energiezuinig bouwen en betaalbaar bouwen in plaats van alleen maar klagen. En dat is eigenlijk waar volgens mij in essentie politiek over gaat. Politiek gaat over het vermogen je voor te stellen dat het ook anders kan. En daarom het grootste gevaar van die verkiezingen, of nou gemeenteraadsverkiezingen of landelijke verkiezingen, is dat je denkt, dat gaat niet over mij, dat zijn anderen. Ik vind het ingewikkeld, lastig, vervelend, negatief en saai. Hoezeer ik het ook begrijp, je mag het niet laten gebeuren.
Want iedereen in deze stad heeft een stem die evenveel waard is als die van ieder ander. Dus als je die gebruikt, dan is het in jouw handen om anders te denken. Om gebruik te maken van de inspiratie die er is. Om je een andere, betere, mooiere stad voor te stellen. Een stad die meer kijkt naar het zuiden. Een stad die meer kijkt naar kansen van jongeren in plaats van hoe je ze kunt afzeiken. Een stad die meer kijkt naar lieve, zachte waarden die je met elkaar deelt. Het toiletplan van de schaduwwethouder waarmaakt. Het durft te dromen van banen die je creëert. Het durft te dromen van huizen die je bouwt. Het kan. Deze stad is gebouwd door mensen met fantasie en inspiratie die anders durfden te denken. Dus je hebt iets heel kostbaars in handen met zo'n stem. Die verkiezingen zijn het mooiste wat ons kan overkomen, want je hebt het zelf in de hand. En dat mag ik aan het einde van deze avond wel zeggen, deze stad mag ze gelukkig prijzen met een ongelooflijk fantastische, inspirerende lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid, Rotterdam. En ik vind het mooi dat u dat ook vindt, maar ik mag niet op haar stemmen volgende week. Dus mijn verzoek, mijn klemmende oproep voor jezelf, voor je vrienden, voor je kinderen, voor de toekomst van deze stad, voor degene die zich niet gehoord voelen, voor degene die niet gezien worden, voor degene die zich niet gekend voelen, voor degene die ook wel eens willen dromen, die ook wel eens een betaalbare woning willen, die niet willen opgroeien in armoede, zorg dat diegenen die wel mogen stemmen op Barbara Kapman dat gaan doen. Over een week. En dat betekent campagne voeren, vragen stellen, luisteren, praten met mensen, vragen naar hun dromen en ze dan vertellen dat er iemand is die ze niet belooft dat al die dromen uitkomen, maar die wel al heeft bewezen dat ze dromen waar kan maken. Door de stichtingjarige Job, door haar werk bij de Giovanni van Bronckhorst Stichting, door in de politiek te gaan op het moment dat niemand dat wil, door haar vinger op te steken in een tijd dat deze stad gepolariseerd lijkt, maar snakt naar verzoening, naar verbinding, naar toekomst, naar inspiratie. Dus ga campagne voeren, niet voor jezelf, niet voor een raadzetel, maar voor de toekomst van deze stad en voor Barbara Kapman in Rotterdam. Succes! Dankjewel, dankjewel Lena. Ja, en zoals we dan zeggen, niet lullen, maar poetsen. Ik ga u toch even van het podium afsturen, want wij gaan... Maar mevrouw, sorry, ik moet u toch vragen... Ja, ik vind het heel lastig, want wij moeten... Er staat hier iemand klaar die dat ook gaat doen. Ja, heel snel dan. Nou, ik moet mijn vinger opsteken, dus ik dacht, ik steek ook mijn vinger. Kapitaal zijn mensen en mensen zijn goed. Van nooit goed naar altijd goed. Goed genoeg. Iedereen doet zijn best, dat moet genoeg zijn. Genoeg is genoeg. Dat mijn genoeg niet hetzelfde is als jouw genoeg, is jammer genoeg. De reden van dat ongenoegen, niet genoeg volgens jou, niet genoeg volgens mij, mensen zijn niet hun gedrag, mensen zijn niet hun gevoel, mensen zijn zichzelf. Altijd goed genoeg. Gedrag is soms niet handig, niet passend, niet normaal, in de beleving van de ander, vanuit een ander perspectief, vanuit het perspectief van de ander. Laten we daarom de ander vaker uitnodigen, vragen, verleiden tot ontmoeting en verbinding. Verandering begint in jezelf. Wij accepteren wie je bent op dit moment. Genoeg, goed, goed genoeg. En dan toch weer op zoek. Op zoek naar het beste in jezelf. Mag ik dan wel even iemand... Oh. Nee, nu mag u niet zomaar weglopen ook. Dan willen we ook even uw naam weten. Monique Schilders. Monique, dankjewel. Mijn doopnaam is Simone, mijn roepnaam Monique en mijn familienaam Schilders en ik ben een sms'je. Oké, en uw pincode ook nog. Dankjewel. Dankjewel Monique. Ja, zo gaat dat dan. Het is geen open podium, maar toch wel een klein beetje. Jay kan Lodewijk een keer bij ons op podium staan, want hij was wel aardig aan het... Is dat te regelen?
Lodewijk op het podium bij de... Nou, dat gaan we zo direct, gaan we dat regelen. Jullie willen gewoon het doen. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd, jullie waren. Jace dan, Jace van het regelen. Nou, hey, dat heb je goed geregeld, YMP. Dames en heren, ik wil graag even een davend applaus voor Dennis de Redelijkheid, YMP en natuurlijk Barbara Kapman. En voor Monique. En dan wil ik graag het laatste woord geven aan niemand minder dan, Tim Hartog, hè, uit Rotterdam-Zuid. Zuid is goed vertegenwoordigd vandaag, hè? Ja, toch? Oh ja, we kunnen straks misschien ook nog wel even het Feyenoordlied zingen, joh. Kan ons het schelen. John de Wolf is er ook. Sorry. Je bent in Rotterdam, Lodewijk. Ik heb hem vanochtend uitgebreid gesproken, Tim. Zo anderhalf uur, denk ik, hè? Zo. En ik heb serieus, het is geen grapje. Ik heb zo hard gelachen dat er op een gegeven moment aan mijn deur geklopt werd. En mijn buurvrouw die vroeg, gaat het wel goed met je? Ik hoop dat jullie dat zo direct ook gaan doen. Dames en heren, het is een Rotterdamse cabaretier. Rotterdamse dan dat, kunnen we hem niet krijgen. Ik wil een daverend applaus voor Tim Hartog. Dankjewel. Inderdaad, wat YMP al zei, het kan alleen maar misgaan. Lekker, ongenuanceerd gaan lachen nu. Na al deze prachtige, genuanceerde verhalen. Ik vind het ook van een groot lef getuigen dat de PvdA juist op dit moment kiest om af te sluiten met een comedian. Wees gerust. Ik heb mijn stem.nl gedaan. Ik kwam op 84% overeen met de PvdA. Het ding begon net niet de internationale te draaien. Dus ik kom in vrede. Dat zou ik willen zeggen. Ja, ik moet er wel over zeggen, het is natuurlijk ook zo dat ik een comedian ben en ZZP'er, dus ik heb geen normale baan. Ik ben zojuist getroost door een dakloze, dus je moet ook niet gaan bijten in de hand die je voedt. Toch? Je wil een keer terugkomen. Goed, wat ik heb gedaan, het volgende. Ik heb een kwartiertje, dus ik moet een beetje snel praten, want er is veel aan de hand. Ik heb me verdiept in de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen en heb je niet genoeg aan een kwartier. Ik werd gevraagd, wil je op de PvdA, of wil je optreden voor de PvdA? Toen dacht ik, ja, tuurlijk. Hoe lang heb ik? Een kwartier. Toen zei ik, nou, maak daar maar 3,5 uur van. Maar ik heb me even doorheen geworsteld, want dat was het. Worstelen door deze kieslijst. 20 partijen, ik vind veel. Ik weet niet of jullie dat ook vinden. Ik snap dat jullie nu een beetje wakker moeten worden. Maar 20 partijen, ik vind veel, daar kunnen de 10 vanaf. Toch? En echt allemaal hele sympathieke ideeën hoor. Helemaal in lijn met de PvdA. Hartstikke mooie initiatieven en zo. Maar ik ga er gewoon een paar noemen waarvan ik denk, kun je gewoon wegstrepen. Hartstikke makkelijk. Jong Rotterdam, kennen we die? Ja, sympathiek. 2 jonge gasten, 18 jaar, moet je natuurlijk nooit op gaan stemmen. Nat achter de oren, hebben nooit meegemaakt wat de inbelmodem is, dan val je af. Toch? Ik vind dat de grens. Als je geen inbelmodem hebt meegemaakt, dan doe je niet mee. Eerste populistische applaus. Lekker. Ik mocht altijd 1 uur per week op het internet. Dat was bij ons de regel in het daltarief. Dus als Harmen Sies op tv kwam, waren wij telefonisch onbereikbaar. En dan ging je een hele week bedenken wat je ging doen. En waar kwam het op neer? Chatten. Gewoon met iemand uit Barendrecht of zo. En dan zei je, hey, zit jij op het internet? Zei die gast, ja, jij ook. Die tijd, daar ben ik van. Je had niks, je vrouw bloembollen. Goed. Volgende partij, de Ubuntu. Ja, dit krijg ik niet mijn mond uit. De Ubuntu Connected Force Front. Ik denk, welk spel is dat en wanneer komt het uit op de PlayStation? Een van hun speerpunten was wereldvrede. Vind ik sympathiek. In Rotterdam, succes. Ja, toch? Ben je wel ambitieus? Dat je denkt, nou, als het in deze polariserende brandhaard lukt, dan moet het ook wel in Syrië lukken uiteindelijk. Ik hoor al, als dat hier al is, dan gaat het nog erger worden. De Broederschapspartij, dames en heren. Die vind ik heerlijk. Heeft iemand überhaupt gehoord van de Broederschapspartij? Nee, niemand. Terecht. Ze hebben een Facebookpagina. Het is een partij van Nico en Peter. Volgens mij in Rotterdamse dan dat kan het niet. En Nico en Peter hadden bedacht, we gaan de Broederschapspartij beginnen en dan gaan we geen website aanvragen, want ja, kost allemaal geld. Die hebben een Facebookpagina gestart. Daar heb ik even op gezocht. Weet je hoeveel likes die pagina heeft? 8. 8.
Ik bedoel, 8, daar heeft Nico zijn hele achterban gemobiliseerd. En Peter ook, 8 mensen. Je kan er nachecken. En ik heb heel even, ik moet er snel doorheen, maar dit kan ik niet laten liggen. Als ik dit doe, dan word ik opgepakt door de comedypolitie. Want dit is te grappig voor woorden. Dit is gewoon voor Cote en de Bie. Ik zweer het, check die Facebookpagina. Dit is hun partijprogramma. Waar staat de Broederschapspartij voor? Goeie vraag. Het is 1 blaadje natuurlijk, dat is helemaal in de trant van deze tijd. Maar een stad waarin meningen vrijelijk geuit kunnen worden, zonder dat men daarop afgebrand wordt. Vind ik een mooi standpunt. Goed onderwijs voor iedereen. Wat betreft onderwijs, want ze hebben daar wel een dingetje. Stelt de Broederschapspartij voor om elk gezin in Rotterdam 3 snippendagen te geven, om dat op te kunnen nemen naar eigen behoeften. Bijvoorbeeld voor een dagje naar de Efteling, in verband met de drukte al daar, of wat eerder op reis om de files te ontwijken. Punt. Dit is echt waar. Want elk jaar zitten veel ouders met het dilemma. Komt een dilemma, is vaak een tegenstelling, in dit geval niet. Hebben Nico en Peter gewoon scheid aan. Want elk jaar zitten veel ouders met het dilemma, hou ik mijn kind thuis op de laatste vrijdag voor de korte vakanties, om eerder te kunnen rijden naar een vakantiebestemming. Ouders hebben allemaal zo'n reden om een dag eerder op reis te gaan, maar van de wet mag het niet, et cetera, et cetera. Ik denk dat Nico en Peter gewoon ooit een beef hebben gehad met de jeugdinspectie, weet je wel. Maar gewoon een schoolinspectie, die wilde heel graag naar de Efteling. Waarom op de Broederschapspartij stemmen? Rotterdammers leven gemiddeld 1,5 jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. Wow, Nico en Peter. Ik zat nog even met mijn hoofd bij Roodkapje en het Sprookjesbos. En ineens wordt mij verteld dat ik 1,5 jaar korter leef. Lekker dan. Maar ook binnen de Maasstad zijn de verschillen tussen de wijken bijzonder groot. Dat ligt zowel aan de samenstelling van de buurt als aan de leefomgeving. Dit kunnen we niet blijven negeren. Mensen kunnen hierdoor minder lang van hun pensioen genieten, terwijl ze, en nou komt het, en Rotterdamse dan dit krijg je ze niet, terwijl ze een gelijk deel van hun salaris hebben afgedragen aan pensioenpremies. Want dat is wat er mis is met Rotterdam. We betalen wel premies, maar we kennen er korter van genieten dan die mensen uit die stinkstad, sorry meneer Ascher, met dat open riool in 020. Broederschapspartij. Nou, hebben we tussendoor ook nog SGP ChristenUnie, vond ik ook wel geestig, die had als slogan high-tech en ambacht. High-tech, SGP, goed. Sommige grappen hoef je niet zelf te maken. High-tech, ik dacht, wat dan? Meer keukenapparatuur voor vrouwen, denk ik. Goed. Je moet hem maken. Dankjewel voor het drumstel. Dan toch. Ja, dan gaan we het toch overleefbaar hebben. Hé, jammer. Was net gezellig. Maar ja, ik mag dingen zeggen die jullie allemaal denken, maar niet mogen zeggen. Dus ik ben eigenlijk een soort linkse Pim Fortuyn. Volgende is aan de hand. Nou ja, goed, Joost Eerdmans heeft zich uitgelaten over Rotterdam-Zuid. Ik kom daar vandaan. En laat ik zeggen, Joost Eerdmans is geen Rotterdammer. Nee, komt uit Harderwijk. Kan hij ook niks aan doen. Is helemaal niet erg. Maar als je uit Harderwijk komt, moet je natuurlijk niet gaan zeiken over Rotterdam-Zuid. Er is 1 regel binnen Rotterdam. Je mag klagen wat je wil, als het maar over je eigen gaat. En ik kom uit Zuid, dus ik mag het doen. Dus ik mag technisch gezien, mag ik zeggen, dat Zuid is niet een hele goede buurt. Tenminste, waar ik woon is Sjaarloos. Zeg maar, ja, ik hoor al, oh, inderdaad. Ja. Sjaarloos, ik noem het altijd de plek waar mensen vluchten naar Molenbeek vanwege het goede onderwijs. Is ook niet gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. En ik denk gewoon omdat de Duitsers dachten dat ze er al geweest waren. Goed. Maar jongens, even serieus. Ik heb weinig tijd. Het is wel mijn Zuid. En daar blijf je dus gewoon vanaf. Want Zuid, we zijn wel nuchter hè, op Zuid. Je maakt onze pis niet lauw om maar een goed Brabants gezegde te gebruiken. Ja, nee, maar het is zo. Ik bedoel, we zijn gewoon veel te nuchter. Kort na Barcelona, wat gebeurde er? Werd er een busje gevonden. Wit busje, 20 gasflessen, verwarde Spaanse man bij de Maasilo. RTV Rijnmond ging rond, Vox Populi, hè, aan de deuren, allemaal navragen. Niemand onder de indruk. Er was 1 man die zei, ja, wit busje, verwarde Spaanse man, 20 gasflessen. Hebben wij altijd op woensdagavond? Dat noemen wij Spaanse avond. Gaan we paella vreten aan het lachgas. Hé, maar ik zweer het. Als zo'n gast een bakkerij komt binnenrennen en roept, Allah Akbar, dan is het zo, ga je te neuken, gewoon een nummertje pakken, netjes op je beurt wachten. Ja, kan deze, PvdA.
Nee, dus, maar het is wel... Kijk, en hij komt uit Harderwijk, daar heb ik natuurlijk ook opgezocht. Het is helemaal niks. Het is helemaal niks. Dan heb je het Dolfinarium. Maar ja, goed, moet ik dat nog uit gaan leggen? Ja, weet je, dan kom je uit Harderwijk. Ik bedoel, het is helemaal niks. Harderwijk, helemaal niks. En daarom woont hij ook nu in Prinsenland. Ja. Ik merk dat heel veel mensen uit Prinsenland komen nu. Ik vond het mooi dat op de gemeentepagina van Prinsenland stond... heel veel Rotterdammers of Prinsenlanders zijn tevreden met hun woning. Het woord tevreden, dan woon je niet in Rotterdam, vriend. Dat is niet aan de hand. Goed. We hebben wel genoeg gezegd over Joost Eermans. Moeten we het toch over de PvdA gaan hebben? Sorry. Moeten we het toch over gaan hebben? Het is, ik vergelijk de PvdA toch. Ja, ik weet niet waarom ik nu... alsof ik jullie verantwoordelijk hou voor de hele PvdA. Dat is ook zo lullig. Ik vergelijk de PvdA met Feyenoord. Ik ben een fervent Feyenoord supporter. Soms tegen wil en dank. Al 20 jaar heb ik een seizoenkaart. En er zitten best wel wat parallellen. Een roemrucht verleden. Met Den Uyl natuurlijk en Wim Kok. En ook nog wel recent succes. Maar je hoopt als je lid bent van die partij of van die club dat het toch nu dat het een keer makkelijker gaat. Dat er gewoon een keertje mee zit. Dat je niet hoeft te verdedigen. Dat je ook gewoon wel eens ja, wat frivoler spel op de mat kunt leggen. Weet je wel, jullie zijn bestuurders natuurlijk en worden ineens in een rol geschoven, landelijk dan, die de PvdA misschien niet zo goed past. Dat is hetzelfde als bij Feyenoord, waar we ineens kampioen werden na 18 jaar. We sloopten de hele stad. We snapten het niet. Het was ineens, moesten we aan onze identiteit. Nou, het is een paar keer gezegd, de identiteit van de PvdA, et cetera. Wat is dat nou? Ik weet dat jullie met de crisis zitten. Ik zit namelijk ook in een identiteitscrisis. Ik weet niet of mensen hebben meegekregen. Allereerst, wie kent mij überhaupt? Dat is één iemand. Dat is... Goed, ik heb een zekere exclusiviteit, dat is hoe ik het graag verkoop, maar dat allereerst. En ik sta dus op positie 34 van D66. Ah, ja, want ik ben het ook niet. Er staat dus een Tim Hartog op positie 34. En jullie lachen, maar jullie kennen die positie niet eens bij de PvdA. Positie 34 van D66. Dus de laatste was ook verwarring. Er kwam een man naar me toe die zegt, ben jij het? En ik dacht, nou komt het. De roem. Dus ik zei, inderdaad, wilt u een handtekening? Hij zei, nee, maar ik heb wel wat te klagen over fietspaden. Weet je, ik zit ook met een identiteitscrisis. En je gaat het toch niet vermijden. Maar de timing in dingen is ook best wel onhandig. De timing in dingen. Ik kreeg gistermiddag, zo'n druilerige dinsdagmiddag, kreeg ik een mailtje van Feyenoord of ik juist op dit moment mijn seizoenskaart wil verlengen. Ja, dit is niet heel erg handig gekozen. En natuurlijk Nida. Ja, ik moet het zeggen. Ik moet het zeggen, Nida. Ik vind het goed opgelost trouwens. Ik vind dat jullie heel goed afstand hebben genomen van antisemitisme. Dat mag nooit iets zijn waar je achter staat. Dus dat vind ik goed gedaan. Dat is overigens de enige vergelijking die mank gaat met Feyenoord. Want daar zijn juist de supporters die heel erg dat anti-Joodse sentiment omarmen. Ik moest hem maken. Maar ik vind namelijk echt dat het daar vaak misgaat. En het is al eerder gezegd dat er heel veel geschreeuwd wordt. En dat er heel veel, ja, en niet echt gepraat wordt. Er wordt wel geluld, maar niet echt gepraat. En... ik ben wel op meer plekken geweest en ook rond verkiezingen. En wat ik merk is dat de PvdA vaak wordt weggezet als knuffelbaar. Of de knuffelpartij. En ik zag het in het debat op Pauw ook weer. Dat er wordt gezegd dat de PvdA jarenlang heeft gepamperd. Weer door Joost Eermans, moet het toch even zeggen. Want als er één iemand sinds 2014 wethouder is en iets aan had kunnen doen, was hij het wel. En ik denk dan bij mezelf, wat is er eigenlijk mis met knuffelen? Ik heb het opgezocht. Knuffelen maakt een stofje vrij en dat heet oxytocine. En oxytocine zorgt ervoor dat stress verlaagt en de angst wegneemt. En als ik denk dat we ergens behoefte aan hebben in deze stad, is dat er in godsnaam meer geknuffeld gaat worden. Veel meer geknuffeld gaat worden. En gewoon ook tegen de wil in van mensen. We vergeten even alle hashtags, maar omarm ze. Ook al zeiden ze, ja, maar je bent van de partij van de islam. Ja, maar je bent van de partij van de allochtonen. Ze zeiden, joh, rustig maar.
En gewoon even knuffelen met z'n allen. Dames en heren, bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel, mijn naam is Timmer. Dames en heren, het is tijd voor een borrel. En om maar te eindigen met waar Tim mee eindigde. Als u de behoefte voelt om een groepshug te doen, geneer je niet. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid.